Goedenavond allemaal. Goedenavond. Hartelijk welkom. Welkom in de Bali. De OV-staking heeft vat op het hele land, maar niet op de Bali blijkbaar, want jullie zijn er allemaal gekomen. Dat is de eerste prestatie van de avond. Goed gedaan. Hartelijk welkom bij het programma De Toekomst van Voetbal. Een avond georganiseerd door de Bali en VI Pro. En ik denk dat u een goede keuze heeft gemaakt, want vorig jaar, u zult het ze misschien nog herinneren, kwam Pieter Zwart met het boek De Val van Oranje. Wij hebben toen een avond georganiseerd samen met Pieter Zwart, de redding van de Hollandse school. En we weten allemaal wat de afgelopen jaar gebeurd is. He, opeens stonden we in de halve finale, de Nations League komt er nog aan en de vrouwen gaan ook kampioen worden. Dus er is een hoop gebeurd sindsdien. Dus we moeten maar zien hoe ver we vanavond komen. Maar dan weet u alvast een avond in de Bali kan impact hebben. En dat gonst nog jaren door. Mijn naam is Tim Wagemakers. Ik ben programmamaker bij de Bali. En ik neem u even kort mee door wat huishoudelijke dingen. Dan kunnen we het daarna gewoon vooral over voetbal hebben. De avond duurt vanavond ongeveer tot 10 uur. Ik heb ook een deal die ik met u wil maken. U heeft een kaart op tafel, op uw stoel. Zoals u misschien weet mogen we onder de nieuwe privacyregels, nou mag je allemaal niks meer vragen, maar we willen toch graag weten wie we in de zaal hebben en wat ze van het programma vinden. Dus daarom willen we u vragen aan het eind van de avond die door te scheuren op de plek waar die relevant is. Het is geen hele moeilijke kaart. Als u uitleg nodig heeft, dan weet u mij te vinden. Maar er staat wel iets tegenover, want u krijgt dan een consumptiebon. Dus ik krijg wel een gratis biertje. Dat is dan de deal die we maken. Dus ik hoop ik voel dat dat de trigger was waarop iedereen aanging. Ja, goed, mooi. We zijn begonnen. Het tweede is, wat ik ook probeer sinds lange tijd, is meer voetbal in de Bali te krijgen. Gezien het feit dat het volle bak is, vindt mijn directeur het ook steeds leuker worden. Maar het toont volgens mij ook aan dat er steeds meer behoefte is aan mensen die met verstand van zaken gaan praten over voetbal. Iedereen die VI Pro leest, kan dat denk ik beamen. Dus dat gaan we doen vanavond. U kunt ook meepraten, omdat we met heel veel zijn, doen we dat op een iets andere manier. Kijk, de volgende slide, daar kunt u zien, er is een mentee, er staat hier een computertje. De moderator die ziet daar alle vragen die u instuurt, als we naar de volgende slide kunnen in ieder geval. Ja, kijk, ga naar menti.com, gebruik de code 394294 en dan verschijnt uw vraag hier. En dan kan de moderator de vragen die hij het leukst vindt eruit filteren en die stellen. En op die manier kan iedereen toch meepraten. Tot slot, ik zei al steeds meer voetbal in de Bali, dus ik wou ook even erop wijzen dat we alles van de vrouwen de komende maand, geloof 11 juni is de eerste tegen Nieuw-Zeeland, zenden we ook allemaal hier op groot scherm uit. Dus als je zin hebt om te komen, wees van harte welkom. Bij elk goal is altijd bitterballen en bier. In ieder geval bitterballen, ik weet niet bier, nou ja, dat heb ik dan nu beloofd, ook bier. Dus als jullie met z'n allen komen, wordt het een duur grapje, maar wel een gezellige middag. Laten we nu vooral snel beginnen. De avond wordt geleid door Thomas Boeschoten, digitaal stratege bij het Algemeen Dagblad. Maar ook een van de oprichters en een goede bekende van Pieter Zwart van Kat & Nacho. Weet van de hoed en de rand en gaat u door de avond leiden. Geef een warm applaus. Thomas Boeschoten. Goedenavond allemaal. Het was voor mij nog best een uitdaging om hier te komen, want mijn hoofdredacteur die zei, ja, VI, dat is toch een beetje de concurrent. Moet je daar nou een avond bij elkaar gaan praten? Maar toen ik hem vertelde, ja, maar dit gaat toch allemaal over de liefde voor het voetbal, toen vond hij het goed, mocht ik hier vanavond zijn, gelukkig. Jullie weten waar ik vandaan kom, maar ik ben eigenlijk ook wel eventjes benieuwd waar jullie vandaan komen vanavond. Dus ik wil eigenlijk eerst maar eens even beginnen met een paar vragen stellen, zodat we allemaal een beetje gevoel hebben, wie zijn die nou eigenlijk? De eerste vraag is, wie van jullie moest met het OV komen? Nou, mag je vinger opsteken. Helemaal niemand. Ook niet van tevoren gepland om met OV te komen. Ja, oh kijk. Dus dit zijn de echte diehards. Hè? Die nu de handen opsteken, die zijn hier echt, die hebben echt hun best gedaan. Wie van jullie voetbalt zelf? Oké, dus dat is ongeveer 3/4 van de zaal, denk ik. Sommige mensen twijfelen of ze voetballen. Is dat, ja, ik weet niet, laag niveau of gewoon te oud geworden? Dat heb ik zelf een beetje, begint te oud te worden, ik doe het nog wel. Waar ik ook al benieuwd naar ben, niet alleen of mensen zelf voetballen, maar wie werkt er in de voetballerij? Ja, het hele panel, oké. Ja, nou, best wel veel. We hadden van tevoren even een klein gokje gewaagd van hoeveel zullen het er zijn, ongeveer 30%. Nou, ik denk dat we dat bijna halen, ik denk 1/4. Oké. Wie van jullie is man? En wie niet? Oh, wat zijn dat er weinig. Daar moeten we nog gaan werken. Tim, quotum instellen volgend jaar, volgende keer? Ja? Goed, minimaal 30. Oké.
Weinig ambitie. Oh, procent. Oké. En tot slot, wie van jullie heeft een hele sterke mening over de toekomst van het voetbal? Wie zou het leuk vinden om over 20 jaar nog steeds in een stadion te zitten? Ja? Oh, dat zijn er een hele hoop. Oké, maar wat moet er gebeuren om over 20 jaar nog steeds in het stadion te zitten? Mag ik dat aan u vragen? Wanneer is het over 20 jaar nog steeds leuk? Als er aanvallend voetbal gespeeld wordt. Aanvallend voetbal? Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Andere criteria? Wie durft? Wie durft er iets over te zeggen? Ik denk dat als het spel zich mee ontwikkelt en netto speeltijd denkt ernaar, en dat het gewoon nog meer amusement wordt dan nu. Oké, netto speeltijd. Gaan we straks aan Gijs vragen of hij dat even kan regelen. Een van onze gasten vanavond. Wie heeft nog een briljante ingeving waardoor het voetbal echt leuk blijft? Ook in de tijd dat iedereen eigenlijk liever op PES speelt en FIFA speelt op de PlayStation. En naar YouTube filmpjes zitten kijken de hele dag. Financial fair play. Oké. En wat moet dat oplossen? Dat niet alle spelers naar dezelfde clubs gaan, maar alle clubs een beetje een kans blijven houden. Oké. Dus Ajax was niet voldoende bewijs van dat het nog wel eens kan. Oh, dan moet ik natuurlijk wel de microfoon even bijhouden. Nee, oké. Ja, ze hebben de finale ook niet gehaald, dus dat... En een meldplicht. Ja. Meldplicht, waarvoor? Nou, een voorbeeldje, onder 19, Feyenoord, Ajax. Slecht voorbeeld. Die meldplicht bestaat denk ik al, toch? Of niet? Nee. Okay, in Nederland wel, maar in Nederland niet. Oké, dus daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Voetbalwet moet uitgebreid worden. Oké. Nou, dan gaan we nu Pieter eventjes naar voren vragen. Pieter Zwart is hoofdredacteur van VI. Mag hij een applaus? En zonder Pieter waren we hier niet bijeen geweest, zou ik wel durven zeggen. Denk ik ook, ja. Nee. Pieter, jij hebt iets in je hand. Ja. En voordat we daar... Ik heb net even last minute geleend, omdat we er niet aan gedacht hadden. Nee. Dus wat dat betreft goede voorbereiding. Nee, we vergeten nog wel eens wat. Ja. Maar dit boekje is een beetje... Ja, wat is het? De aanleiding van deze avond, zou ik zeggen. Het is de aanleiding van deze avond, ja. Het is een boek over de toekomst van het voetbal. En het is de bedoeling om daarmee het gesprek op te starten over hoe ziet dat er dan uit. En toen dachten we, als we dat willen, laten we dat dan ook direct organiseren. Oké. Ja, en daarom staan we hier. Ja. Ja. Niet iedereen kent jou misschien, kan ik me zo voorstellen. Nee. Dus we hebben besloten om heel even terug te gaan in de tijd. Heel lang geleden hadden wij samen een website, catenaccio.nl. Dat is 3 keer gehackt, bestaat bijna niet meer, maar het bestond wel. En ik ben even in de archieven gedoken, want we zijn van ver gekomen. Ja, dat zei je net. Sindsdien ben ik eigenlijk gewoon bevreesd. Ja. Ik ben voor de hele avond niet bevreesd, maar voor dit gedeelte wel. Snap ik. Ik had Pieter van tevoren gezegd dat er een patroon zat in zijn berichten van vroeger. Want de eerste berichten die hij schreef op Catenaccio waren... Hoe een hond de wereldbeker redde. Hoe het vogeltje de voetbalwereld veroverde. En het ontstaan van de goddelijke kanaries. Nou, dieren. Je schreef eigenlijk fabeltjes. Ja. Oké. Nee, maar sindsdien, je hebt de hele Cruijffrevolutie onderzocht bij Ajax. Daar veel over geschreven. Alle patronen platgelegd. En uiteindelijk ben je beloond met een VI-hoofdredacteurschap. Dat is eigenlijk... Een hele korte samenvatting. Wat zit er in het boekie? Ja, er zit eigenlijk van alles en nog wat in het boekie. Het is eigenlijk een heel divers boekie. Mm-hmm. We beginnen. ook omdat de toekomst van het voetbal... Het is natuurlijk ook een redelijk divers thema. Hè. Je kunt denken over hoe ziet het stadion van de toekomst eruit. Ja. Iedereen heeft een discussie over de nieuwe Kuip. Moet dat nou een nieuwbouw zijn? Hoe moet het eruit zien? We hebben allemaal een stadion van Spurs gezien. Dat je denkt, dat kan ook tof zijn, een nieuw stadion. Dus dat is een thema. Maar het gaat ook over de trainer van de toekomst... Hoe werkt dat? Maar ook de voetballer van de toekomst. Hoe ga je die eigenlijk opleiden? En wat dat betreft zit er een grote diversiteit eigenlijk aan de thema's die we hierin behandelen. Maar ook bijvoorbeeld een verhaal over een gezin. Wat eigenlijk symboliseert hoe kijken we eigenlijk naar voetbal. En dan die vader die gaat nog voor de bank zitten. En die gaat 90 minuten naar die wedstrijd kijken. Ja. En ondertussen zit zijn zoontje. Die zit voetbalmanager te spelen. Nog een tweede wedstrijd te kijken op zijn telefoon. En die probeert al een beetje tussendoor te volgen. En op livescore nog iets te checken. Kun je dat laten zien? Er zit een elftal in, begreep ik. Er zit een elftal in. Waard was? Ja, de moeite waard, dat is altijd de vraag. Maar het is een elftal van de extreme is het eigenlijk. Ik weet niet of we het goed kunnen laten zien, maar het zijn eigenlijk allemaal bijzondere spelers met bijzondere rollen. Heb je bijvoorbeeld ooit gehoord van Julian Pollersbeck? Ik heb natuurlijk dit boekje van tevoren gelezen, ja. Maar nee.
Nee. Ja. Voor de mensen die hem niet kennen, Julian Pollersbeck is zeg maar de man ja, die op zo'n manier keept dat zelfs Manuel Neuer denkt, nou, is dat niet een beetje overdreven? Okay. Ja, hij was zeg maar tot oktober dit jaar, toen was ik een trainer bij HSV die dacht, een keeper, dat moet eigenlijk mijn elfde veldspeler moet dat zijn. Mm-hmm. Dus hij was in die periode was hij in de tweede Bundesliga de speler met de meeste balcontacten, met de meeste passes, maar ook niet zeg maar in zijn eigen 16. Als je bij hem zijn balcontacten bekeek, dat was ongeveer rond de middenlijn, zeg maar, okay. Balcontact. En er was ook een linksback, een centrale verdediger die altijd linksbuiten staat. Ja, klopt. Dat is en bij dat noemen Sheffield jullie dan, United. Dat noemen jullie het elftal van de toekomst? Nou, dat is meer een elftal van extreme. Dus met rollen die je vroeger niet zag, die je nu wel zag, ziet. En ja, misschien zegt dat iets over waar het naartoe gaat. De rol van Pieter deze avond is dat hij af en toe zich ongevraagd met dingen gaat bemoeien. Dus dat gaan we meemaken, denk ik. Ja. Jij gaat straks daar zitten, naast Robert, die er straks komt te zitten. Over Robert gesproken, daar gaan we nu naartoe. Ja, en dan ga ik het boekje teruggeven. Ja, ga jij het boekje teruggeven, ga lekker zitten. Komen we zo weer bij Pieter terug. Robert Eenhoorn, die zit hier. Ik zou zeggen, kom lekker plaatsnemen. We gaan eigenlijk met jou beginnen. En voor wie Robert niet kent, ik kan me haast niet voorstellen, maar hij was een van de beste honkballers die Nederland ooit gekend heeft. Is als coach Europees kampioen geworden, heeft de halve finale gehaald van het wereldkampioenschap. Dat is toch een aardige prestatie, zou ik zeggen. En is tegenwoordig algemeen directeur van AZ. Jij bent ook eigenlijk een van de mensen die misschien wel Moneyball een beetje naar Nederland aan het halen is. Zeg je dat goed? Verstaan ze mij trouwens? Ja, nou ik mezelf. Is Robert goed te verstaan? Ja, oh, top. Sorry. Je bent goed te verstaan. Nee, nou ja, goed, dat komt eigenlijk. Toen ik bij AZ kwam, toen hing er een poster op de muur. Waar de film Moneyball op stond. En toen vroeg ik aan hun hoe ze daarin kwamen. Ze waren naar die film geweest. En toen vroeg ik ze vervolgens of ze hem wilden ontmoeten, Billy, waar de film over ging. Voor mezelf een enorme piep. Ik weet niet of dat... Ja, ik denk dat de techniek, die kijkt wel heel bezorgd. Dus die zijn ermee bezig. Daar wou ik net over hebben, over techniek. We kunnen voor de zekerheid je even deze microfoon geven. Dan kunnen ze hem even uitzetten en dan kun je ondertussen hiermee... Okay, ja. En als ik andere instructies krijg, dan krijg ik die. Maar... Ligt het aan mij. Maar... en toen, dat wilden ze natuurlijk wel. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn we daar naartoe gegaan. Er zat eigenlijk nog een verhaal aan vast. Want toen ik ging ieder jaar naar Amerika toe, omdat wij een hoop spelers daar hadden spelen. En dan ging ik bij al die clubs langs. En dan ontmoette ik de hoofdopleidingen en de general managers daar. Zo, dus de technisch directeur in het voetbal. En ik had ook een afspraak met hem. En ik was net gevraagd door AZ of dat ik geïnteresseerd was om directeur daar te worden. En dat legde ik hem voor. En toen zei hij tegen mij, you should do it, you're 6'3". Met andere woorden, je gaat wel wat weerstand krijgen waarschijnlijk. Maar mooie uitdaging. En vervolgens zei hij toen ik wegging, van als je nog een beetje hulp nodig hebt, dan denk dan ook aan misschien aan mij. En dat vond ik wel. En die twee waren aan elkaar gekoppeld. Ja. We zijn daar naartoe gegaan destijds met de voorzitter van de Raad van Commissaris, René Nedersen. En uiteindelijk is Billy toen adviseur van ons geworden. En ja. Buiten alle kennis die er al was, zou ik willen zeggen dat we misschien nog wel iets meer informatie hebben vandaag de dag dan daarvoor. Durf je in één zin samen te vatten wat het eigenlijk is? Want ik vermoed dat veel mensen wel een gevoel hebben erbij, maar ik denk niet dat iedereen het echt weet en echt aandurft om er een definitie van te geven. Wat is Moneyball nou eigenlijk? Ja, Moneyball is eigenlijk in het kort dat je op zoek gaat naar ondergewaardeerde spelers die uiteindelijk in hun competitie ruilt. Met andere spelers en overgewaardeerde spelers verkoopt. En hier betekent dat gewoon dat je inefficiënties van de markt onderzoekt en kijkt of je eigenlijk te weinig geld voor iemand kunt betalen. Ja, eigenlijk is het een beetje overgewaaid vanuit de financiële markt. Ja. Het is precies hetzelfde. En als ze dan zeggen dat je heel veel weerstand kunt verwachten, waar moeten we dan aan denken? Waarom is dat zo? Nou ja, omdat een computer die heeft geen hart en geen hersens. En mensen helaas soms wel. Oké, dus het klinkt bijna alsof je de computer nu boven de mens zet. Nee, dat doe ik niet. Okay. Maar uiteindelijk willen mensen willen belangrijk zijn. Voelen zich soms bedreigd. Uiteindelijk denk ik dat wij als leidinggevende juist moeten zorgen ervoor te zorgen dat je de domste man in de kamer bent. Door heel veel slimme mensen om je heen te verzamelen. Waardoor je goede beslissingen kan nemen. Dus bij AZ hebben jullie inmiddels een legertje met analisten. Mensen die heel goed zijn in wiskunde misschien. Of in, ik denk dat we bij AZ mensen die expertise hebben, op wat voor gebied dan ook, de ruimte geven om die expertise volledig in te zetten. Okay. En ik begreep dat ook in het buitenland, in Amerika, nog mensen voor jullie aan het werk zijn op het gebied van analyse. Hoe zit dat?
Nou, het voordeel is natuurlijk dat mensen die analyses doen vooral niet bij andere mensen in de buurt zijn. Oh, dit moet je even uitleggen. Dus... Nou ja, dat mensen beïnvloeden elkaar. Dus hoe verder weg ze zitten, hoe beter het is. Dus je creëert eigenlijk een soort van zolderkamer. Gaat daar mensen in stoppen onder het motto dat ze dan niet meer beïnvloed worden door andere soorten scouts, mensen? Dat zo... Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar volgens mij weet iedereen wel, als we aan tafel gaan zitten, we leggen een onderwerp neer en de krachtigste persoon gaat als eerste spreken. Dat er misschien wel 3, 4 denken, nou, ik had ook een goed idee, maar laat maar even gaan. Ja. Ik durf niet te zeggen waar het aan ligt. Nee, ik ook niet. Ja, het ging net heel lang goed, dus laten we hopen dat het... Ja, dus wij willen vooral echt de mening horen van iedereen. En is het soms beter om bepaalde mensen wat verder weg te zetten. Ja precies. Wij hebben ook een video die jij zelf voorgesteld hebt om even te bekijken. Die bestaat uit meerdere delen, dus we gaan hem af en toe even stopzetten. En misschien terwijl we daar naar kijken, is dat ook even een goed moment om iets aan je microfoon te laten doen. Is die goed? Oké, hij is goed. Oh, okay. Dan denk ik dat je die wel weer weg kan. Oké, mooi. Dus we gaan even naar een video kijken. En als je denkt van ik moet hier wat bij vertellen om het te kunnen uitleggen, dan heel graag. En anders dan kijken we gewoon even rustig. Dus als we de video kunnen zien, dan heel graag. Daar komt-ie. Ja, nou ja, goed. Ja, ik moet eigenlijk het hele filmpje afkijken om echt... te kunnen vertellen wat ik bedoel, maar wij hebben pas geleden een wedstrijd gespeeld met de onder 16 tegen Real Madrid. Nou, deze jongen lijkt op Marcelo, in ieder geval zoals hij eruit ziet. En die fanatiekeling die al die tackles... Nee, maar ik vroeg na de wedstrijd vroeg ik aan... Misschien kunnen we even stoppen de video? Nou ja, goed, bij hem, ik vroeg na de wedstrijd aan mensen die langs de kant zaten wie zij de beste speler vonden van Real Madrid. En toen haalden ze allemaal deze jongen eruit. En was die dat niet? Nou ja, ik heb hier in ieder geval een aantal beelden laten zien waarin hij de bal verliest. Mm-hmm. Je hebt speciaal die momenten er even uitgeknipt voor ons. Maar dat is natuurlijk een jongen die toen hij het veld opkwam, natuurlijk kon hij voetballen, speel je niet onder 16 bij Real Madrid. Ja. Maar het is natuurlijk wel, zijn uiterlijk trok iedereen die richting op. En goed, ja, dan komen we verder aan het filmpje, maar ik denk dat mensen een eerste beslissing nemen als ze mensen goed vinden, ja of nee. En vervolgens alleen maar op zoek gaan naar een bevestiging van die eerste aanname die ze doen. Dus eigenlijk omdat hij ze opvalt, omdat hij zo'n bos haar heeft, letten we meer op hem, zijn we eerder geneigd om hem als speler. Hij viel als persoon eerder op, dus je oog trekt daar in en naartoe en doet een paar leuke dingen. En in één keer is hij de beste van het veld. Dat vond ik wel opmerkelijk. Okay. Omdat ik het sowieso denk dat je niet met één wedstrijd kan bepalen wie de beste van dat team is. We gaan nu even naar Wout Weghorst kijken. Ja. Wat valt daar op? Nou, ik heb... Hij mag weer op play. Ik heb bij Wout wat beelden laten zien. Waardoor misschien een deel van het publiek zich daaraan ergert. Ja. En vervolgens op zoek gaat waarom ze Wout niet goed vinden. Hè? Dus ik heb geprobeerd om een jongen te laten zien die we misschien wel overwaarderen in onze aannames. En Wout, we kennen allemaal zijn carrière inmiddels, hè, van Emmen naar Heracles naar AZ en inmiddels na 1 jaar al zijn contract opengebroken en verlengd. Mm-hmm. American songwriter Paul Simons once said... Even pauze? Ja. Maar ja, die jongen die, je zou zeggen, ja, enerzijds verrast hij iedere keer, maar ja, is dat wel een verrassing als je dat elke keer voor elkaar krijgt? Of is dat gewoon ook weer dat mensen... op zoek gaan naar wat hij eventueel niet goed doet, omdat ze op een ander gebied... Dus de kunst wat jullie eigenlijk doen is de onderschatte spelers herwaarderen en de overschatte spelers, dat is een soort waarschuwing, zeg maar. Van, dan kom ik weer terug. Als je niet weet wie Wout is, hoe lang die is, hoe die eruit ziet, mm-hmm. Dan word je daar in ieder geval niet door bevooroordeeld. Nee. Dus die heb ik er 2 uitgehaald en vervolgens heb ik er een filmpje aan vastgeplakt. Om misschien zelfs wat beter uit te leggen dan ik dat doe, wel in het Engels, wat ik daarmee heb bedoeld met die eerste 2. Dan gaan we even naar de uitleg kijken. Dan mag hij weer op play. American songwriter Paul Simons once said, "A man sees what he wants to see and disregards the rest." But that doesn't apply to you, right? Well, maybe that's just because you don't want it to. Like it or not, we as human beings tend to think that our initial opinions are correct, and when presented with the facts, we pick out the ones that suit our presumptions best. This is called confirmation bias,
or the tendency to favor information that confirms one's own assumptions or preconceptions, whether they're true or not. Experts describe this behavior with a simple analogy. A Texas sharpshooter decides to go out and practice his shooting on a barn. He unloads dozens of bullets randomly and spots a few clusters of bullet holes. He then paints a bullseye over the clusters, making him seem like a really good shot. Sounds weird? It's called the Texas sharpshooter fallacy, and your brain does it all the time. Why does this matter? Take a trip back to 1960, during the Kennedy-Nixon presidential debates. People who watched the debate on television saw a disheveled Nixon contrasted with the handsome and confident Kennedy. By looking at the person, they began focusing on points where Kennedy won because they wanted him to win. Contrast this with the listeners who, for the most part, declared Nixon the winner. The next time you jump to a conclusion, ask yourself, is it true, or do I just want it to be? The answer may come as a surprise. Wat halen jullie hier nou uit als club? Nou, eigenlijk wat ik net al aangaf. Ik denk dat mensen, wat ik probeerde te zeggen, een aanname doen, hè, ook nu. En vervolgens op zoek gaan naar alleen nog bevestigingen van die aannames. Mm-hmm. En ik denk het tweede probleem wat we als mensen hebben is een ingewikkelde vraag vervangen door een simpele vraag. Die te beantwoorden en denken dat we die ingewikkelde vraag beantwoord hebben. Als je die twee bij elkaar optelt. Dan en weet dat het brein zo werkt, dan kan je er in ieder geval over nadenken dat als je iets vindt of dat ook daadwerkelijk de waarheid is. Ja. En ik denk dat dat hetgene is wat we ook binnen AZ proberen, op welk gebied dan ook, of het nou over marketing gaat of commercie of voetbal in dit geval, of jeugdopleiding, dat wij proberen alles feitelijk te onderbouwen. En de experts vervolgens te laten kijken om het signaal daaruit te halen. Misschien kunnen we het even testen met een feitelijke onderbouwing. AZ is een van de teams die in de Eredivisie het minste scoort uit dode spelsituaties. Is dat iets waar jullie je zorgen over maken? Is AZ slecht met dode spelsituaties? Is dit niet een plek ook waar je misschien vanuit jullie filosofie echt het verschil zou kunnen maken? Nee, ik weet wel dat er op het laatste paar goals gemaakt zijn, waardoor het iets omhoog. Ik weet niet wanneer je hebt gekeken, maar het is wel toen iets omhoog gegaan. Ja. Het waren negen. Dat is wel echt het was op een gegeven moment nul uit ik weet niet hoeveel, mm-hmm. hoeveel pogingen. Maar je zou sowieso moeten kijken in eerste instantie wat de kans is dat je vanuit een doodspelmoment scoort. En zeker vanuit een corner. Ik denk dat dat niet zo heel vaak gebeurt. Dus als je een paar keer scoort, dan heb je natuurlijk ook alweer dat je al sneller een end omhoog schiet. Maar desalniettemin is dat zeker een aandachtspunt geweest. Dus jullie hebben eigenlijk misschien wel halverwege het seizoen dit gesignaleerd en gezegd we gaan daarop trainen of op oefenen of iets in die geest. Ja, dat is, laat ik het zeggen, het is in ieder geval wel gesignaleerd en neergelegd, ja. 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 En overwegen jullie daarvoor een speciale trainer aan te nemen? Ja, dat is ook wel weer iets wat inderdaad besproken is. Kijk, ik kom sowieso uit een sport in het honkbal. Wij hadden één manager en 8 assistentcoaches die allemaal een bepaald gebied hadden van specialisme. Ja. Alleen, specialisme moet wel zinvol zijn. Als je het op een gegeven moment zo verschrikkelijk klein maakt, kan je ook afvragen of dat niet ook bij een andere persoon terecht kan komen. Want een goede corner trainer gaat nog niet werken als de coach daar geen interesse in heeft en als hij niet goed kan samenwerken met de rest van het team. Nee, maar kijk, wat ik net al zei, als je ergens een antwoord wil hebben op een complexe vraag, en een vraag is al snel complex, dan moet je daar veel tijd en energie in steken om tot de juiste informatie te komen en dan de beslissingen te nemen. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat de dode spelsituaties niet het belangrijkste aandachtspunt zijn? Nee, wat ik bedoel is dat de mensen mate van belangrijkheid moeten zorgen dat we daar voldoende uren hebben, dat mensen daar tijd aan besteden. En als we nog daar iets extra's willen doen en we hebben de mensen die voor, omdat de uren op zijn, dan moet je er iemand bij halen. Oké. Okay. Pieter, hoe luister jij naar dit verhaal? Nou, ik vind AZ een interessante club. Ik ben op een gegeven moment ook bij jullie in de jeugdopleiding. Ik heb een keer gevraagd voor een verhaal van, jullie zijn een paar keer de beste jeugdopleiding geweest. Ik geloof het allemaal wel. Ik wilde ook best met een hoofd jeugdopleiding over praten. Die vertelt dan hoe het gaat. Maar toen heb ik inderdaad gevraagd, mag ik niet gewoon intern komen? En ik denk dat iets zegt over AZ, dat mocht. Maar ja, over de beste jeugdopleiding gesproken, want wij zijn dit keer niet eens genomineerd. Nee, maar dat systeem is veranderd, geloof ik. Hè? Nou, dat weet ik niet. Maar AZ heeft meer dan 50% van het totaal aantal minuten is gespeeld door spelers die zelf opgeleid zijn.
die gemiddeld 12,1 zijn als ze bij ons instromen. Ja, er is geen club die zo hoog heeft gestaan dit jaar. Je vindt het eigenlijk onterecht dat je hem niet gewonnen hebt? Nou, als je in de onder 13 zit, 41% daarvan haalt uiteindelijk betaalde voetbal. Dat is 56% als je onder 16 speelt. 36 jongetjes in nationale jeugdselecties. Dus ook daar hebben wij naar gekeken. En die vragen hebben we ook gesteld, niet om vervelend te zijn. Maar ja, hoe kom je nou uiteindelijk tot het nemen van een beslissing? Ja. AZ kan natuurlijk niet ineens van een of andere dag slechter geworden zijn in jeugdopleiding. Dankjewel Robert. We komen straks nog een paar keer bij jou terug. Robert heeft een soort sidekick functie tijdens deze bijeenkomst. We gaan nu even naar een klein intermezzo, mag ik het zo noemen? Zo mag je het zeker noemen. Ja, oké. Okay. Ja. Pieter en zijn collega Bas hebben allebei eigenlijk een andere visie op voetbal. Bas komt erbij. Ja. Jullie gaan ons in het internet zo eventjes verblijden. Jullie zijn het komisch duo van deze avond, begreep ik. Dat is eigenlijk een beetje de intentie, of in ieder geval dat gaan we wel een beetje proberen. Nou, ga je gang, succes. Ja, nee, ja, dan moet de openingsgrap meteen goed zijn. En die zat eigenlijk zeg maar in hoe dit oorspronkelijk in het draaiboek zat. En dat was als een collegetour, dus zaten wij te denken van ja, hoe logisch is het eigenlijk als wij hier met z'n tweeën een collegetour gaan geven. En toen gingen we een beetje een rijtje maken en dan, jullie kunnen dit in principe wel aanvullen. Je hebt zeg maar op een gegeven moment Louis van Gaal, dan na Louis van Gaal heb je Johan Cruijff. En dan Bas van Hoven, Pieter Zwart, wij dachten dat moet op zich logisch lukken. En tegelijkertijd, voetballend, hadden wij wat minder talent dan... Nou, daar lezen we natuurlijk elke dag, elke week. Lees je daar prachtige stukken van op Catenaccio. En die gaan natuurlijk vooral diep statistieken in. Dan vond ik het wel grappig hoe Pieter zelf dit zou aanpakken. En je ziet waar hij die bal neerlegt. Ja. Dat is, waar we het ook net over hadden, op een meter van 5 van de kade. Ja. Dat is toch weer 5 meter extra. En daardoor zie je ook dat die expected boats... Ja, je ziet ook het grote verschil tussen theorie en praktijk. Weet je wel, je kunt de theorie allemaal goed weten, maar kun je het ook in de praktijk. En de vraag is natuurlijk ook, Bas, hoe ben jij hier beland? En dat is eigenlijk, we hadden op een gegeven moment Süleyman Öztürk in het programma staan. En die ging op een gegeven moment trouwen. Maar Bas is een zeer adequate vervanger. En degene die dat het beste kan uitleggen waarom hij zo'n goede vervanger is, dat is Süleyman zelf. Ja, er stuurt al iemand dat als Süleyman komt, dan sluit ik af. Maar Bas gaat een poging doen om mij te vervangen. Nee, maar Bas, ik wens hem veel succes. En wees een beetje lief voor hem, hè. Deze. Geef hem heel veel liefde. Je maakt gewoon een rondje. Nou goed, weet u ook allemaal dat ik tweede keus ben. Mooi meegenomen. Ja, en het wordt een beetje een zolderkamercollege. En het gaat eigenlijk over de vraag, zeg maar, van waar gaat het naartoe met speelstijl? En wat je natuurlijk ziet, wat we ook in de journalistiek zien, is dat je doodgegooid wordt met dit soort grafieken. Je kan ze met één klik op de muis, kan ik ze eruit trekken. En dat gaat op een gegeven moment ook je beslissingen beïnvloeden. Wat doe je wel, wat doe je niet? En hoe werkt het eigenlijk? En dat gaat natuurlijk ook voor het voetbal gelden. En je kunt wel de vraag stellen van, hoe wenselijk is dat nu eigenlijk? En die vraag stellen is leuk, maar het is denk ik leuker dat wij over die vraag hier vandaag een beetje met z'n tweeën in gesprek gaan. Dus dat is wat je hier eigenlijk kan verwachten. Ja, wie die vorige grafiek goed heeft bekeken, die zag dat vooral de Ajax-artikelen goed scoren bij ons. Nou, dat heeft enerzijds natuurlijk te maken met het succes in de Champions League. Wij profiteren ook van het enthousiasme. Mensen zijn geïnteresseerd in Ajax, de interviews, maar zeker ook de analyses. Ik denk dat anderzijds het ook te maken heeft met hoe wij het doen op dat soort Champions League avonden. Via VI.nl kun je via liveblog de wedstrijd volgen. We zijn snel met een wedstrijdverslag, maar bijvoorbeeld ook audio en video items kort na afloop. Wij staan niet vooraan bij de interviews met de trainers en de sterspelers. Erik ten Hag verschijnt bijvoorbeeld meestal eerst bij Veronica of Ziggo. Op het moment dat hij daar uitlegt dat hij bij Juventus uit in de rust een omzetting heeft gedaan, waardoor het plotseling wel ging lopen, dan is het eigenlijk onze taak om te zorgen dat je op VI.nl via Pro kunt lezen wat hij dan precies heeft omgezet. En dat wij met voorbeelden komen. Nou, bij Juventus uit was dat bijvoorbeeld door Schöne iets naar achter te halen. Zoals hij zei, met 2-6 te gaan spelen. Maar Matuidi iets weg te lokken bij Veldman, waardoor Veldman plotseling ruimte had. Dat hebben we die avond geanalyseerd. Dan moet ik wel zeggen, voor ons is het vrij lastig om die live analyses te doen. Enerzijds omdat we allebei weinig ervaring hebben in het topvoetbal. Je hebt net beelden van Pieter gezien. Ik zal eerlijk zijn over mezelf, ik kon er ook niet veel van. We hebben wel het voordeel dat we opgegroeid zijn in een digitaal tijdperk. We kunnen veel lezen, we zien veel wedstrijden.
En we hebben bovendien het voordeel van dit soort spellen, want we hebben allebei zijn we opgegroeid ook met voetbalmanager. Nou, via voetbalmanager ja, baan je jezelf even toptrainer. Dit is een voorbeeld van Pieter. Pieter wil dit filmpje er graag in hebben, omdat hij heel trots is op deze goal. Hij heeft met Fulham heeft hij een soort Liverpool nagebouwd, waarin hij ja, de tegenstander eigenlijk in de val lokt en dan heel, heel snel toestaat. Hè? Dat is eigenlijk het plan. Ja. Ja. En nou ja, dat is het leuke om het af en toe eens een keertje na te kunnen doen. En dat hebben we eigenlijk ook gedaan met Frankrijk. We hebben allemaal Frankrijk gezien op het WK. Frankrijk won het WK. En tegelijkertijd hadden we allemaal een mening over Frankrijk op het WK. Van ja, was het wel attractief genoeg? Was het wel leuk genoeg om naar te kijken? En ook een soort van horrorbeeld van is dit nu waar ons voetbal naartoe gaat? En om dat horrorbeeld een beetje te bestrijden, heb jij voetbalmanager erbij gepakt en heb je eigen opstelling gemaakt. Ja, als je dan 90 minuten naar Frankrijk zit te kijken, dan heb je ook best wel veel tijd over. Omdat je eigenlijk ja, voor een paar flitsen kijkt van Mbappé. Nou ja, dan ga je jezelf afvragen van hoe zou ik het doen als bondscoach van Frankrijk? Nou, de keuze is reuze. Laporte was er bijvoorbeeld niet eens bij. Nou, ik had zelf ongeveer voor dit elftal gekozen. Met Pogba als spelmaker voor de defensie. Mandy die in plaats van Lucas Hernandez links mooi kan opstomen. Kan ik me voorstellen dat het wel een tikje aanvallend was. Eerlijk is eerlijk, de Charme heeft ook wel geprobeerd om van Frankrijk een aantrekkelijke ploeg te maken. Ze speelde in het begin met Dembele, Mbappé en Griezmann eigenlijk met z'n drieën kort bij elkaar. Veel positiewisselingen. Ja, tegen Australië werkte dat nog niet echt goed met Pogba er kort achter. Toen is hij tegen Peru is hij met deze variant gekomen. Komt ook wel omdat hij een beetje links bang was voor de rechtsback van Peru. De naam hij wist hoe die heet, toch? Advinchula, lastige naam. Maar ja, hij was toen, in vorm. Dit seizoen is hij alweer in de vergetenheid geraakt bij Rayo Vallecano. Maar goed, de Champ kwam dus met deze ploeg. Matuidi was vaak een tweede linksback bij balbezit van de tegenstander. Pogba werd in een defensief harnas gestopt om bij Kanté aan zijn zijde te blijven. En er werd eigenlijk gegokt op de paar wapens die Deschamps had geselecteerd. Aan de ene kant de kracht van Giroud als aanspeelpunt, maar aan de andere kant ook de snelheid van Mbappé natuurlijk. Ja, en dan is de vraag, waarom doet hij dat, Bas? Nou, het sluit... Wat bezielt zo'n man? Ja, het sluit eigenlijk aan bij de trends die we het afgelopen WK zagen. Er werd relatief weinig gescoord in het open spel. Aanvallende topploegen als Spanje, Duitsland, Argentinië hadden het lastig. Nu is het natuurlijk ook lastig omdat je weinig tijd hebt. Je moet aanvallende patronen ja, inslijpen. Dat is allemaal best wel lastig als je de spelers maar een paar weken bij elkaar hebt. Nu heeft Deschamps eigenlijk gekozen om een paar wapens te laten vallen. En een paar wapens te selecteren die hij ja, perfect gaat uitbuiten. Nou, met Giroud en Mbappé en de bewegelijke Griezmann erbij ja, levert dat nog behoorlijk veel op. Hij koos eigenlijk... Je zou het laf kunnen noemen. Om eerlijk te zijn, je keek er niet voor je plezier naar. Maar anderzijds was het wel een stuk succesvoller dan bijvoorbeeld Spanje en Argentinië. Dat brengt ons tegelijk ook bij de grote vriend van Pieter. Ja. Hij zou moeten komen. Ja, kijk. Ja, nou, dit was natuurlijk de grote campagne. Sampoli naar Zeist. Ja, en toen mocht het hij doen met Argentinië uiteindelijk dat WK. Ging helemaal mis. Nou ja, deels lag dat aan hem, maar deels lag dat ook aan waar we net eigenlijk over hebben. Want als je gaat denken, nou, wat is het voetbalspel nu eigenlijk? Voetbalspel is natuurlijk eigenlijk relatief simpel. Je hebt natuurlijk communicatie, dan heb je een beslissing en dan een uitvoering van die beslissing. En wat vooral moeilijk is met landenvoetbal, waarom is Messi minder bij Argentinië dan bij Barcelona? Omdat de communicatie van een lager niveau is. Omdat als hij de bal krijgt en... Hij doet dat bij Barcelona, dan weet hij, oké, Suárez is gelopen, ik kan Suárez inspelen. En omgekeerd, zijn ploeggenoten weten dat ook. En bij Argentinië is dat niet het geval. En de communicatie aanvallend is toch wel iets lastiger te trainen dan verdedigend. En deze driftkicker had dat niet helemaal goed begrepen, dus dat ging een beetje fout. Maar hij was niet de enige. Kijk, dit zijn de landen die afgelopen WK het meeste balbezit hadden. Nou, daar houden we in Nederland ook van natuurlijk balbezit. Maar je ziet dat het eigenlijk best wel ingewikkeld is. Want dit zijn eigenlijk ook de landen waarvan je zegt na het WK, nou, dit viel toch wel een partijtje tegen. En dat zijn dan ja, toch de teams die het op die manier geprobeerd hebben. En die teams, ja, die worden ook een beetje uitgelachen. En dan ja, tegelijkertijd dezelfde mensen hebben wel weer kritiek op de Champs. En dat is misschien ook wel een beetje hypocriet. Dat je aan de ene kant de mensen die het wel proberen, dat je die dan uit gaat lachen van ja, dat lijkt nergens op. Maar aan de andere kant degene die... Ja, het niet probeert en het dan op de pragmatische wijze doet, waar mensen dan enthousiast over zouden moeten raken, daarvan zeg je ook, ja, dat is ook niet goed. Dus dan, ja, het is of het een of het ander. Maar het is in dit geval vaak
Ja, in het voetbal kan dat, dat je gewoon allebei de standpunten verdedigt. Ja, trainers bij ballen. Doe denken aan het moment van Ramos met Sampaoli. Sampaoli werkte even bij Sevilla als trainer. Ging in het begin heel goed, was heel spectaculair. Ze won een keer met 5-4 thuis tegen Espanyol. Een wedstrijd die veel voetballiefhebbers zich wel eens bijgebleven, denk ik. Op een gegeven moment, Ramos liep ook bij een uitwedstrijd voor Real Madrid. Liep hij van tevoren even naar Sampaoli om hem in te fluisteren. Lang leven degene met ballen, jij bent één van hen. Nou, Sampaoli wist even niet waar hij moest kijken. Een mooie steunbetuiging van Ramos, maar ja, Sampaoli was ook niet lang daarna weer gevlogen. Nee, en daardoor roepen we hier eigenlijk de vraag op van, gaan deze trainers nog blijven bestaan in de toekomst of krijgen we alleen nog maar DJ Deschamps? Dat zal natuurlijk een beetje een horrorscenario zijn als we een heel WK en iedere Champions League naar dat soort coaches moeten gaan kijken met dat soort teams die iedereen in een defensief patroon stoppen waar wij als voetballiefhebbers toch niet heel erg vrolijk voor worden. Nou ja, persoonlijk denk ik dat het voor een trainer belangrijk is om zeker bij een club een verhaal te hebben, omdat je sterspelers ook wilt aantrekken. Kijk, Griezmann, je merkt nu ook dat zijn geduld bij Atletico een beetje op is. Hij is het voorbeeld van iemand die zich kan wegcijferen voor defensief werk. Maar je denkt bijvoorbeeld dat een Mbappé op termijn nooit voor Diego Simeone had gekozen. Bij een eindtoernooi wil hij nog wel voor Deschamps kiezen. Kiest hij voor een club, dan zal hij altijd van aanvang coach. Dus onze hypothese hier, die we eigenlijk aan het toetsen zijn, is: gaan we in het clubvoetbal aanvallend voetbal zien en misschien wat defensief voetbal bij de landenteams? Klopt, en je ziet het ook in de cijfers die we nu gaan laten zien. Ja, cijfers over hoe verandert dat voetbalspel nou eigenlijk? En jullie kennen allemaal wel de verhalen van zeker oud-voetballers, die willen het graag vertellen over dat het vroeger eigenlijk allemaal beter was. En ik kan het eigenlijk in twee foto's kan ik het factchecken. Kijk, dit is het WK 1966 en je ziet het niet heel goed omdat de beelden een beetje van een lage kwaliteit zijn. Maar hier krijgt iemand de bal rond de middenlijn. En die heeft eigenlijk alle tijd om die bal aan te nemen, eens een keertje drie keer om zich heen te kijken, daarna nog even ploeggenoten aanwijzingen te geven over waar ze moeten gaan staan en dan vervolgens een paas te geven. En dit is tegenwoordig. Zelfde plek eigenlijk op het veld, alleen dan 11 man in je nek en als je één keer die bal niet goed aanneemt, ben je hem kwijt. Dat zegt denk ik ook iets over hoe het spel verandert, namelijk dat het voetbal is altijd een teamsport geweest, maar het wordt ook steeds meer beoefend als een teamsport. En dat zie je ook eigenlijk denk ik in dit soort cijfers. Dit zijn statistieken over het aantal succesvolle dribbles op een WK. En je ziet eigenlijk dat vroeger was voetbal ook een soort van afgeleide van rugby. En dan was het geef hem aan de beste speler, loop het hele veld over en probeer hem maar te doen. We kennen allemaal de beelden van WK 74. Misschien was jij nog te jong, net als ik. Ik was iets te jong. Ja, maar Cruijff die kon gewoon de bal bij zijn eigen verdedigers ophalen, liep het hele veld over, die kreeg een strafschop. Wordt nu denk ik toch iets lastiger. En dat zie je denk ik terug in deze cijfers. Dat is één van de manieren. Wat was er in 1994 aan de hand, Pieter? Wat er in 1994 aan de hand was. Nou, 1994 was een heel raar toernooi. Wat mede te maken had dat het. Er was natuurlijk op een gegeven moment die terugspeelbal. De keeper die niet meer mocht oppakken. Dus er waren een aantal spelregelwijzigingen die daarmee samenvielen. Waardoor je. Alle statistieken is een totale outlier dit toernooi. Het is redelijk bijzonder. Dus ik denk eigenlijk dat het. WK 1994, misschien moet het volgende Pro Special worden. Wat de fuck gebeurde er in 1994? Dit is een andere statistiek. Dit gaat eigenlijk over schoten. En dit zou de theorie kunnen ondersteunen van het wordt allemaal negatiever wat je wel eens hoort en het wordt allemaal minder leuk. En als je alleen naar deze data zou kijken, dan zou je denken het wordt ook minder leuk, want ze schieten steeds minder vaak. En ik kijk naar die wedstrijd voor doelpogingen en dat doen ze niet meer. Ja, ik denk vooral dat spelers over het algemeen slimmer worden. Al dan niet ingegeven door de coaches. Kijk, als je naar de top 5 competities in Europa kijkt, dan zie je ook dat in de laatste 5 jaar dat er van steeds dichterbij geschoten worden. Kortom, er zijn steeds minder kansloze doelpogingen van ver weg. Je moet nog wel even het Memphis Depay effect hier beschrijven. Ja, Frankrijk is wel een beetje de uitzondering. Je ziet duidelijk de Memphis factor die begin 2017 naar Lyon is verhuisd. Sindsdien is het in Engeland ook een stuk beter gegaan met de kansloze doelpogingen. In Frankrijk lopen ze wat dat betreft nog achter, maar goed, wie weet dat er deze zomer een bevrijding komt. Ja, en dit verklaart eigenlijk waarom. Misschien kan jij deze grafiek duiden, voor mij te ingewikkeld, cijfers, allemaal kleurtjes, ik heb geen idee hoe dit werkt. Nou, dit gaat eigenlijk over de succeskans bij een doelpoging per zone uitgelegd. Wie dit ziet zal denk ik vooral staan aan Cristiano Ronaldo denken, bij Manchester United.
Was het in het begin nog een echte dribbelaar, een artiest die vaak voor eigen succes ging, van linksaf naar binnen. Op het moment dat hij zich vastliep, dan koos hij vaak alsnog voor een doelpoging die dan eindigde ergens in de tribune. Nou, hij is eigenlijk steeds meer de zones op gaan zoeken die succesvol voor hem waren. Bij Real Madrid vertelden trainers ook dat zodra ze een sterspeler moesten gaan inpassen, bijvoorbeeld Ancelotti kreeg de opdracht om Bale in te passen. Nou, Bale zag voor zichzelf aan een centrale rol weggelegd. Ancelotti dacht er iets anders over, want hij dacht dat hij te weinig overzicht daarvoor zou hebben. Nou, op het moment dat een trainer van Real Madrid moet gaan puzzelen, dan gaat het eigenlijk altijd om de wensen van Ronaldo. Ronaldo zei toen nog van, ik wil graag vanaf links spelen, dan kan ik het moment kiezen waarop ik in de gevarenzone kom. Dan heb ik niet die verdedigers al in mijn nek staan, dus laat Benzema maar als bliksemafleider staan. Nou, op het moment dat Ronaldo eigenlijk aan dribbelvermogen heeft ingeleverd, is hij steeds meer naar het centrum verhuisd. Benzema heeft zich aangepast, is die ruimtes blijven creëren voor Ronaldo, waardoor Ronaldo eigenlijk steeds meer aan de hand van deze grafieken ook is gaan spelen. Ja, en ik zie net dat we een beetje krap beginnen te raken in de tijd, dus we moeten er snel doorheen. Maar dit is eigenlijk wat je hier terugziet. Er wordt minder geschoten, maar het aantal doelpogingen dat nodig is voor een doelpunt is lager dan ooit. Dus er wordt nog steeds heel veel gescoord. Sterker, als je naar de Champions League gaat kijken, niet de laatste editie, dat was rond een doelpunt of 3 gemiddeld. Maar eigenlijk die 2 edities daarvoor waren de meest doelpuntrijke Champions League ooit. Dus ja, eigenlijk, je zou ook kunnen zeggen, het voetbal wordt alleen maar aanvallender en leuker, ook al schieten ze minder. Daar is toevallig een vraag over vanuit het publiek. Oh nee. Hetgene wat ze opgestoken hebben uit jullie verhaal is eigenlijk de vraag, waarom heeft Ajax het zo goed gedaan dit seizoen? Waarom Ajax het zo goed heeft? Dat is eigenlijk de volgende sheet. Oh, dat is de volgende sheet. Ja, dat is de volgende sheet. Kijk, dit is wat Alfred Schreuder uitlegde in een van de verhalen die in de Pro Special staat. En dat gaat eigenlijk zeg maar over... Hoe trainen we bij Ajax? Hij heeft met Julian Nagelsmann gewerkt bij Hoffenheim. En er zijn toch andere vormen dan we in Nederland gewend zijn. Maar er is ook dit een element van. Namelijk bij Ajax zeggen ze, die vleugels, dat interesseert ons niet meer. Wij willen geen rechtsport op rechts, we willen geen linksport op links. Sterker, ze willen dat er niet meer dan 1 staat. Zij heeft het over minimale breedte. Dus hij zegt niet meer, we willen het veld breed houden. Wij zeggen zo minimaal mogelijk. Dus als de tegenstander aan de binnenkant gaat staan, wij alsjeblieft ook met z'n allen aan de binnenkant. En dit is eigenlijk de veldgrid die ze daarvoor gebruiken. Waarvoor, begrijp ik dan goed dat deze grafiek, die niemand begrijpt, ja, en toen heeft geleid dat Ajax de halve finale van de Champions League heeft gehaald? Nou, ik weet niet of niemand, maar eigenlijk wat je hier ziet is dat je 5 stroken hebt op het veld. Rechtervleugel, linkervleugel, je hebt het centrum en je hebt 2 zones ertussen. Erik ten Hag noemde dat in interviews naar wedstrijden halfruimtes. Dus hij zei daar die wedstrijd tegen Juve, zei hij 2-6 de halfruimtes minuut en dan ga je voetballen. Dus dan weet iedereen hoe het werkt. Nee, maar dit is die halfruimtes, waarom werkt dat volgens trainers? Is eigenlijk dat bij die vleugels ben je heel ver bij het doel vandaan. Je wordt beperkt door de zijlijn, dus je kunt al 1 kant kun je niet op. Dus het wordt allemaal ingewikkelder en het is ook moeilijker om bij de andere kant te komen. En je bent ver van het doel. Ja. Dan denk je, ik moet in het midden zijn. Alleen, daar zijn alle tegenstanders. Wat je net zei over de tijd, daar had je een goed punt. Maar ik ben wel heel benieuwd, Robert, als je hier zo naar kijkt. Hè? Ja. Bijvoorbeeld die laatste... Ik heb geleerd dat hoe dicht je bij je goal je bent, hoe makkelijker je scoort. Oh, oké. Okay. Een leerzaam college was het dus. Kan jij hier iets van maken? Nee, ik niet. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de reden waarom ik mijn filmpje heb gebruikt is dat ik daarmee van het voetbal vandaan kan blijven. Oh. Ja. Nee, dit paas ik altijd gelijk door naar de mensen die daar verstand van hebben. Oké. Pieter en Bas, er is nog wel 1 vraag voor jullie. Wie zijn de spelers van de toekomst? Die kwam net binnen. Als je zo dit alles beschouwt, hè, wie is dan de speler van de toekomst? Wat was daar dan nog in? Ja, Bas. 1 minuut. Ik zou zeggen Mbappé. De combinatie van snelheid, maar toch de koelbloedigheid in het strafschopgebied. Hij is een ideale omschakelingsvoetballer. Hij heeft ook de techniek voor de kleine ruimte. Ik denk dat Mbappé wat dat betreft perfect is. Oké. Okay. Eens? Ik ben het altijd eens met Bas. Oké. Moet u nog heel snel iets laten zien? Of kunnen we moeten nog even Alice Ferguson moeten we horen. Okay, het is wel even belangrijk omdat we zo eindigen van je kunt het allemaal wel leuk uitleggen, maar uiteindelijk is het zoals Alice Ferguson het hier zegt. Alex Ferguson, they put you through the mill into injury time. Almost lost the cup and you win it. The new European champions, the treble, the dream come true for you. I can't believe it. I can't believe it. Football, by the hell. Okay. Ja, dat kunnen wij ook allemaal niet duiden, hoe dat in de laatste minuut gaat in de Champions League finale. Nee.
Of in de laatste minuut van de halve finale. Halve minuut, ja. Ja. Dat is pijnlijk punt wat je nu aanzet voor de vele Ajax-fans hier in de zaal. Sorry. Maar weer over. Dankjewel, jongens. Yes. Robert, we hebben een prachtig scherm waar af en toe een vraag op binnenkomt. En een van de vragen aan jou die mensen nog wilden stellen was... wat zou je nou eigenlijk het liefste van Amerika over willen nemen of willen lenen... waarvan je eigenlijk nu al weet dat het waarschijnlijk niet gaat werken? Oeh, nou dat, ja, dan zou ik misschien wel lastig, want de cultuur is er eigenlijk niet naar. Maar dan, wat ze in Amerika natuurlijk goed doen met leaks... is echt een leak in zijn totaliteit uiteindelijk laten groeien. Goed, dat doen ze natuurlijk door middel van een aantal elementen die ze daarin stoppen. Met een draft en met een salary cap en een luxury tax. Waardoor nog steeds de grootste markten uiteindelijk natuurlijk wel de beste spelers als free agents naar zich toe trekken. Ja. Maar ze kijken daar wel heel erg goed hoe je een competitie zo interessant mogelijk kan houden. Om zodoende ook het meeste eruit te halen. Dus wat je ook in Nederland zou willen, is eigenlijk een niet zo zelfzuchtige competitie waar clubs durven samen te werken om te bouwen aan een betere... Nou, ik heb daar natuurlijk met een aantal clubs wel eens een discussie over. Hè? Mm-hmm. Dat als je het meeste geld hebt en je hebt ook de mogelijkheid om de beste spelers te kopen en je pakt ook nog een keer alle jeugdspelers. En je praat vervolgens over... Je hebt niet over Ajax? Nee, een paar clubs zijn. En je hebt het vervolgens over dat je graag meer weerstand ziet. Ja. Ja, dan is dat op die manier natuurlijk niet te realiseren. Dus alle clubs moeten helpen om het niveau omhoog te halen? Nou, dus ik zou wel graag zien dat jeugdopleidingen wat beter beschermd zijn. Waardoor spelers uiteindelijk op het veld komen te staan waar ze opgeleid zijn. En dat ze uiteindelijk uitvliegen naar de grootste clubs zijn gaan waar uiteindelijk het meeste geld te verdienen is. Dat snapt iedereen, hè? Dat ecosysteem. Dat is ook in die competities het geval. Dus als ik iets zou mogen kiezen, dan zou ik zeggen iets meer bescherming voor jeugdopleidingen. Oké, okay. Dankjewel. We gaan naar het volgende onderdeel. De rest van deze avond bestaat uit twee prachtige panels. En die hebben allebei een eigen invalshoek. Het eerste panel gaat over mensen uit de voetbalpraktijk. Of is vooral met mensen uit de voetbalpraktijk. En het tweede panel is meer vanuit het oog van de wetenschap. Daarom wil ik graag aan tafel uitnodigen. Mark-Jan Flederis. Hij speelde meer dan 300 wedstrijden in de Eredivisie. Ga lekker zitten. Neem een mooie plek. En jij bent nu... directeur bij Groningen. Gijs de Jong, secretaris-generaal bij de KNVB. Neem een mooie plek. En hij is misschien een van de weinige mensen in de voetballerij in Nederland die met een soort helikopterview naar bijna alle facetten misschien wel durft te kijken. Mag ik dat zo zeggen? Jasper van Leeuwen, technisch directeur bij FC Volendam en werkte voorheen bij Ajax. En Hedwigus Maduro. Voormalig middenvelder van Ajax, van Insta Sevilla. De lijst is lang. Nicosia, Groningen, PAOK Saloniki en niet in de laatste plaats het Nederlands elftal. Oké, applaus voor onze gasten. Fijn dat jullie er zijn. We gaan met jullie alle vier spreken. En jullie hebben ook allemaal een videobeelden meegenomen. Dus daar gaan we op een zeker moment even naar kijken. Beginnen bij jou, Mark-Jan. Je zit sinds kort bij Groningen. Waar, dat klopt. Waar staat Groningen over 10 jaar? Oeh, dat is een hele lange tijd. Ik weet niet of ik er dan nog ben, maar... Denken jullie daar nog niet over na? Ja, daar denken we uiteraard over na. Ik hoop dat Groningen dan een mooie stap heeft gezet. En dat we in ieder geval hoger zeg maar, in de ranglijst van de Eredivisie komen dan waar we nu staan. Dus daar gaan we hard aan werken. Oké. Okay. Het klinkt nog een klein beetje alsof jullie nu nog niet aan het plannen zijn voor over 10 jaar. Is dat misschien een beetje hoe de voetballerij werkt? Een beetje ad hoc? We moeten morgen een elftal trainen hebben. Ja, zo werkt de voetballerij in de praktijk vaak wel. Maar goed, ik ben wel een voorstander van om daar juist wel over na te denken. Alleen ik ben ook pas net begonnen op 1 april officieel. Dus ik moet zeggen, het is nog een beetje vroeg om daar heel uitgebreid bij stil te staan. Op dit moment ligt mijn focus vooral op het samenstellen van een goede selectie voor komend seizoen. Ja, want je hebt je telefoon aanstaan, begrijp ik? Ja, nou ja, ik heb hem nu wel stilstaan, lijkt me wel handig. Maar het kan zijn dat jij hier zo meteen een transfer zit af te tekenen. Het zijn drukke weken, dat kan ik je verzekeren. Ja. Oké, hoe moeilijk is het als club om je te onderscheiden in de Eredivisie? Waarop maak je het verschil?
Nou ja, goed. Kijk, als je kijkt naar de financiële range van de laatste clubs tot en met, denk ik, ongeveer Groningen. Dan ligt dat allemaal behoorlijk dicht bij elkaar. De top 5, 6, die hebben wel een stukje meer te besteden. Maar daaronder ligt het relatief dicht bij elkaar. Dus dan is het zaak, denk ik, om proberen heel veel andere dingen goed te doen. En proberen vernieuwend te zijn om een concurrentievoordeel proberen te vinden ten opzichte van de anderen. Waar ben je trots op bij Groningen? Waarin zijn jullie vernieuwend? Nou, waar ik onder andere heel erg vrolijk van werd toen ik in gesprek ging met Groningen, is dat de trainingsfaciliteiten die zijn enorm. Er is net een nieuw topsportzorgcentrum. Die is in oktober, november is die geopend en de mogelijkheden zijn daar enorm. Wat we nu ook hebben gedaan, hè, we hebben dan in het voetbal heb je natuurlijk een eerste elftal met de trainer. Je hebt een scoutingafdeling en we hebben een jeugdopleiding. En daarnaast hebben we een aparte pijler daarin gemaakt van performance. Dus we hebben ook een hoofdperformance aangesteld. En die runt de performance tak. En om optimaal gebruik te kunnen maken van die unieke trainingsfaciliteiten. Onze hoofdperformance die zit ook in de zaal. Dus ik moest net even aan het denken. Ja. Toen Robert begon over proberen om slimmere mensen dan jezelf om je heen te verzamelen. En, dat is jou gelukt. Ja, dat is daarmee wel gelukt, denk ik. Ja. En wat heb je aan zo iemand, een hoofdperformance, even heel plat gezegd. Wat leeft hij je op? Of hoe, Nou, we hebben daar veel over gesproken. En om even heel kort samen te vatten, denk ik mij en de anderen binnen de voetbaltak te helpen om betere beslissingen te maken. Ja. Beter onderbouwde beslissingen te maken ook. Oké. Ik heb begrepen dat in je tijd bij Heracles heb je Adriaan Dalmau gescout. En dat is een bijzonder verhaal. Kan je daar eens wat over vertellen hoe dat tot stand is gekomen, die transfer? Dat is zeker een bijzonder verhaal. Want we hadden eerst een aantal andere spitsen op ons lijstje staan. Maar die kwamen allemaal niet naar Heracles. Wat dat betreft is het al bijzonder natuurlijk. Wat het vooral denk ik bijzonder maakt is dat het... dit is wel een voorbeeld van denk ik ook anders proberen na te denken. Proberen te zoeken in andere markten. Want wat gingen jullie doen dan? Ik denk niet dat iedereen weet wat jullie strategie was bij Dalmau. Wij werken met een aantal datapartijen werken we samen, onder andere. En we hebben ook daarvoor nog weer hadden we een extra datapartij ingehuurd. Want ja, wat ik net zei, we hadden met een aantal spitsen gesproken. Mm-hmm. En die kozen voor andere clubs. En toen zaten we ook wel een beetje met de handen in het haar eigenlijk. En een aantal datapartijen uitgenodigd, daarmee gaan praten. En die kwamen vanuit een aantal criteria die wij hadden opgesteld, kwamen zij met een aantal mogelijke spitsen. Nou, er waren een aantal van waren te duur of niet haalbaar. En daar stond Dalmau stond er ook tussen in dat lijstje. En onze hoofdscout Alfred Nijhuis, destijds bij Heracles, die had hem ook al wel gezien. En, dus hij is eigenlijk een soort van moneyball aankoop geweest, misschien wel bijna. Nou ja, dat vind ik ook wel overdreven, want het is vaak een samenloop van omstandigheden. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn we hem dan ook live gaan bekijken. En dan maak je uiteindelijk de keuze. Wat vooral bijzonder was bij hem, zeg maar, we waren ook op zoek naar een spits waarmee we pressie konden spelen. Hè. We hadden een Duitse trainer aangesteld die op die manier druk wilde zetten op een tegenstander. Dan heb je ook een spits nodig die dat kan. Klopt het dat jullie in eerste instantie vooral naar hem getrokken werden vanwege YouTube-beelden? Nou ja, je gebruikt alles en YouTube-beelden waren daar ook een onderdeel van. Zullen we even kijken? Kan je misschien omschrijven wat we zien en wat hem goed maakt? Misschien, ik weet niet welke toelichting je erbij kan geven. Ik ben benieuwd wat je gaat laten zien. Ja, en is dit de video waar jullie zelf naar gekeken hebben, vroegen wij ons ook af. Misschien deed de muziek hier toch? Ja, daar wordt het allemaal veel mooier van ook. Als je op basis van deze beelden iemand kan scouten, is wel heel knap, of niet? Ja, dat is niet best, hè? Nee. Is het gevaar van dit soort beelden ook niet dat je eigenlijk alleen maar naar de hoogtepunt zit te kijken? Ja, dat is absoluut een gevaar. Maar goed, aan de andere kant kun je ook wel specifieke kwaliteiten van iemand zien natuurlijk.
dit is niet de gehele basis waarop wij hem hebben gescout, nee. Maar het is een combinatie van. En het is inderdaad dit soort beelden kijken, maar ook Y-scout beelden natuurlijk. Ja. En we hebben live wedstrijden gekeken. Okay. En Y-scout is dus een tool waarmee je allerlei videobeelden achter elkaar kan zetten op een slimme, handige manier. Nou, Y-scout is eigenlijk een platform waarin ongeveer alle wedstrijden ter wereld opstaan en waarin je alle spelers kan bekijken. En, maar jullie kwamen toch op YouTube uit? Nou ja, goed. dat wil het verhaal waarschijnlijk. En, en we kunnen het nu bij deze ontkrachten. Als het, Nou ja, het is een onderdeel, maar het is nou niet zo dat we alleen op basis van YouTube hem hebben gescout. Nee. Nee. Oké, okay, dankjewel. We gaan even naar Hedwiges. Als jullie trouwens op elkaar willen reageren, dan mag dat gerust. Hedwiges, je hebt in heel veel landen gevoetbald, allerlei voetbalculturen meegemaakt. Wat heb je daar geleerd en gezien? Wat heb je daaruit meegenomen? Waar ik het meest van geleerd heb, denk ik, zijn de verschillende culturen. Vooral in Spanje. Andere voetbalcultuur dan in Nederland. Ik denk ook de manier van trainen vooral. Okay. Was anders. Wat is er anders aan de manier van trainen? Meer wedstrijdgericht trainen dan in Nederland is het vaak opleidingsgericht. Mm-hmm. Heeft ook met leeftijd te maken, denk ik. Eredivisie is heel jong. Dus ja, je moet eigenlijk wel een beetje opleidingsgericht trainen. Je kan niet verwachten dat een jongen van 17 direct klaar is. En in Spanje kwam ik in een team terecht waar de gemiddelde leeftijd in één keer 26 was. Dus die jongens waren tactisch al veel verder. Dus we konden ook echt trainen op wedstrijdgerichte momenten in een training. En, neem je dat ook mee naar als je nu zelf trainer bent of als je... Ja, zeker. Ik denk dat ik daarvan heel veel geleerd heb. Ook met wat voor intensiteit je traint. Nu ben ik een cursus aan het volgen om trainer te worden ook. En dat probeer ik dan over te brengen, vooral de energie op een training. Dus ik heb liever dat je eigenlijk alles echt 100% doet. Of drie keer alles 100% doet, dan dat je 7 keer alles op 80% doet. Of dat alles heel gemakkelijk gaat. Dus ik ben ook niet de voorstander van om vaker te trainen, wat je heel vaak hoort, hè, of harder trainen. Maar wel met intensiteit alles op 100% doen. Ik denk dat dat wel een verschil was. Heb je wel eens een land meegemaakt waar ze heel nadrukkelijk ook al aan de toekomst dachten? Over dat er meer juist in de lange termijn gedacht werd dan de korte termijn? Nou, dat niet zo echt, maar wel heb ik geleerd om anders te denken. Kijk, ik kwam natuurlijk van Ajax af, dus eigenlijk was ik gewend om van iedereen te winnen. Dat hoor je ook van Ajax is de beste, je moet van iedereen winnen. Ja. En wij pasten ons niet aan. Toen ging ik naar Valencia toe en was Unai Emery de was trainer. En die zei al direct in mijn eerste week van, vriend, wij zijn niet de beste meer, zeg maar. Weet je, dat is ook logisch, want je had Barcelona echt op, ja, Barcelona en Real Madrid. Maar ik trainde zeg maar op een manier van eigenlijk alleen maar de bal willen hebben. En, maar ja, je hebt ook in die competitie heb je de bal ook niet. Dus hij wilde eigenlijk overbrengen van leren domineren zonder bal. Dat heb ik vooral geleerd in Spanje. En zo dacht ik eigenlijk helemaal niet. Dus okay. Daarvan heb ik wel echt... Als het gaat over leren domineren zonder bal, je hebt ook beelden meegenomen van de training van... Ja, Simeone. Ik denk dat Erik ten Hag heeft dit gebruikt in de voorbereiding. Okay. Mark van Bommel heeft dit ook gebruikt in de voorbereiding. Je moet niet echt naar systemen kijken, maar dit is dan echt een oefenvorm eigenlijk. Hè. Een lijn van 4, kan je hier zeggen. En het is vooral de paaslijn eruit halen. Dus iemand zit druk op de bal en de andere middenvelder zit er eigenlijk gestaffeld onder. Want ze mogen niet buiten de lijn? Nee, ze mogen niet. Kijk, de blauwe partij die heeft de bal, of nu rood, die moet er eigenlijk doorheen spelen. Hè. Dat mag eigenlijk niet. En dit zijn echt essentiële oefenvormen, wat belangrijk is in het verdedigende aspect, zeg maar. Kijk, je ziet ook iemand zijn druk, gaat richting de bal, die andere kort achter, telkens schuin, hè. En kijk, dan blauw mag dit moeten doorheen proberen te spelen. En dit soort vormen deden we eigenlijk wekelijks. En je moet eigenlijk niet naar systemen kijken, hè. Dit is dan een lijn van 4, zeg maar, 4 spelers naast elkaar. Maar ook als je bijvoorbeeld met 3 middenvelders verdedigde, deden we dit. Dus, maar dit zijn dus momenten, en je hoort Simeone constant coachen, dus de intensiteit was er. Mm-hmm. En ja, dit herken ik, omdat het, in Spanje wordt eigenlijk wekelijks zo getraind. En ik zie wel dat er nu progressie is in Nederland, want ik volg het ook, Van Bommel heeft zo getraind, hè, vooral met Rosario en Hendricks, 2 controleurs. En ja. Frenkie de Jong en Schöne hebben dit ook gedaan, daar heb ik trainingen van gezien. Dus langzamerhand merk je wel dat het Nederland toe gaat. Mm-hmm.
En dat is wel een positieve ontwikkeling, vind ik. Als ik hier naar kijk, gaat het me al duizelen. Ik dacht dat ik op aardig niveau heb gevoetbald in de zaal. Maar dat is dan 4-4, dat lijkt hierop. Maar als ik dit zie... Je hoort ook je Atletico vechtmachine hoor je altijd. Ja. Dat komt hierdoor. De ruimtes zijn zo klein. Dus dan lijkt het ook zo. Als één minuut gepasseerd wordt, staat de andere aan de rug. Ja. Dan krijg je direct een dubbele omschakeling. En dat is mooi. Het klassieke beeld van een verdediger is, hij moet groot en sterk zijn. En een beetje de bovenuit torenen. Maar hier zien we eigenlijk het gaat meer om het herkennen van... welke situatie je komt in de wedstrijd. Kijk, dit is trainbaar, dit is dan het verdedigen aspect vooral. Ja. Dus weten als ik druk zet dat iemand in mijn rug zit. Gewoon blindelings. Hè. En als die jongen niet in mijn rug staat, dan weet het team eigenlijk al van nee, die jongen doet niet mee. En dan worden we met z'n allen geslacht. Dan kan je elkaar ook coachen hè, daarin. Dus dit is zeg maar continu trainen, het verdedigen aspect. Dat is wat makkelijker dan aanvallende. Ja. Aanvallende vind ik dat je creatief moet blijven en... Als je de aanvallers inspeelt, doe maar je ding, zeg maar, het laatste gedeelte dan. Mm-hmm. Dus je moet niet te veel robots worden, maar in het verdedigende aspect kan je hier wel trainen. Ik heb soms wel het idee dat we altijd gefocust zijn op aanvallers, zeg maar. Maar het is wel eigenlijk ten onrechte als je ziet wat voor hogere school verdedigen dit is. Nou, we hebben net ook toevallig Frankrijk gezien, hè? Dat is ook een beetje een tendens, maar... het is maar hoe je het kijkt in de wedstrijd, waar je de ruimtes voor jezelf kan benutten. Nou, je hebt Mbappé, zeg maar, nou, die is supersnel, dus eigenlijk moet je een beetje ruimte creëren. Dus je moet een beetje inzakken eerst, zodat hij wel snel kan zijn. Als je hem al in de 16 hebt, kan hij niet sprinten. Daar heb je dus waarschijnlijk helemaal niks aan. Maar dat heeft PSV eigenlijk ook een beetje gedaan. Hè? En Liverpool doet dat ook, hè? In de vallokken. En zodat Salah en Mané supersnel in de omschakeling kunnen zijn. Dus, het is maar hoe je kijkt naar de ruimtes. Cruijff die vond ook altijd dat als je twee spelers had, als je eentje had die heel goed was met een dribbel, moest je hem vooral zo min mogelijk mensen bij hem in de buurt hebben. Ja, daar ben ik het wel mee eens eigenlijk. Ja. Hè? Je moet eigenlijk je beste speler eigenlijk in zijn kwaliteit laten voetballen. Dus dat zeg ik ook als aanvaller, zeg maar. Je moet bijvoorbeeld een Ziyech, moet je altijd gewoon in zijn waarde laten inspelen en dan hopen op een creatieve paas. Of je moet niet tegen hem zeggen, je moet nu naar de back spelen of je moet nu dat doen. Of je moet, dat is ook de verrassing wat je hebt bij de aanvallen. Als jullie het aan tafel nou zo beluisteren, wat zijn jullie eerste ideeën of gevoelens bij wat het virus laat zien? Ja, nou, misschien vanuit je eigen praktijk als... Nee, ja goed, het is vrij logisch volgens mij. En wat hij ook zegt, hè, dat is denk ik terecht. In Nederland heb je heel lang gezien dat we vooral met de bal goed waren en daar heel veel mee bezig waren. En je ziet nu toch steeds meer dit soort invloeden. Hè, van zonnedekking is het eigenlijk. Zie je steeds meer ook in Nederland komen. En dat is wel een goede ontwikkeling, denk ik. Maar ook met, zeg maar, nu met Nederlands elftal, wat eigenlijk het verschil is. Hè, wat Koeman eigenlijk heeft veranderd is een beetje... Dat je dus Wijnaldum was altijd het geval van waarom speelt hij dan slecht in Nederland zelf dan bij Liverpool wel. Maar bij Liverpool had hij bijvoorbeeld een Henderson telkens achter zich. En Strootman had bijvoorbeeld bij AS Roma een De Rossi achter zich. Hè. En in het Nederland zelf dan moesten ze samen spelen. Dus die hadden heel veel moeite om naast elkaar zich nou te spelen. Zeg maar. Ja, dus nu is de oplossing, toevallig ook een foto van Frenkie de Jong. Nu hebben we in één keer een 6. Ja. Of iemand die in de opbouw kan en die een beetje achter... Wijnaldum speelt. Dus je verwacht dat Wijnaldum beter gaat voetballen hierdoor? Nou, die speelt al beter sinds Frenkie de Jong speelt. Eigenlijk al sinds Davy Prupper is aan spelen. Hè. Toen Frenkie de Jong nog geblesseerd was, speelde Prupper ook eventjes in Nederland zelf. Toen speelde Nederland ook heel goed. En Prupper was ook volgens mij toen een van de beste mensen. Oké. Gaan we even naar Gijs de Jong. Ik zei net al eigenlijk, ik kan me zo voorstellen dat vanuit jouw rol er allerlei aspecten van het voetbal belicht worden, zeg maar. We gaan straks ook naar een filmpje van jou kijken, maar dat is spelinhoudelijk, maar ook de regels, hoe de competitie is opgezet, et cetera. Hoe hou je het overzicht tussen al die dingen? Nou, niet altijd, maar dus ik blijf in ieder geval weg van het voetbaltechnische vlak, heb ik geleerd. Net wat Robert net zei, daar heb ik ook geen verstand van. We proberen wel te kijken. We hebben vorig jaar als KNVB een nieuwe internationale strategie opgesteld. Er komt daar een kort filmpje van ook. En daarbij ik als payoff van het filmpje heb gezegd, KNVB voor de toekomst van ons voetbal. We hebben het er nu al over, zullen we gewoon eens even gaan kijken? Ja, we kunnen wel kijken, zeker. Zullen we hem toch al noemen? Dan, misschien kun je er meteen wat bij vertellen. Ja, nou, we hebben eigenlijk geprobeerd een aantal situaties bij elkaar te zetten van waar wij als Nederland, als KNVB, als Nederlands voetballand, zeg maar onderscheidend bij zijn ten opzichte van de rest van de wereld. En dit moet eigenlijk aangeven wat ons internationale profiel is. Ze beginnen heel nostalgisch. Ja. Hebben we dat nog nodig? Nee, ik denk dat we dadelijk gewoon het huidige Nederlands elftal misschien er wel in kunnen knippen. Maar we hebben wel beelden genomen die in ieder geval bij veel mensen tot de verbeelding spreken. Van wat doet Nederland anders dan
dan andere landen. Wij zijn, wat zeggen ze, wie niet sterk is, moet slim zijn. De Duitsers, de Engelsen, de Fransen, Italianen, de Spanjaarden zullen altijd groter zijn, omdat er gewoon veel meer zijn dan Nederlanders. Dus wij moeten het juist hebben van onze creativiteit, innovativiteit, durf. Bij ons durft, we hadden vanmiddag een overleg, onze stagiaire, die gaat net zo hard tegen je in als je directe collega. Nou, dat hoef je in Duitsland niet te proberen, maar dat maakt ons denk ik juist goed. Hè? En dat maakt juist dat wij andere dingen durven doen dan die ze in andere landen niet durven doen. Is het Nederlands vrouwenvoetbal daar een mooi voorbeeld van? Ja, denk wel. Hè. Zeg maar de aanstelling van Sarina een half jaar voordat het EK kwam. Het EK naar Nederland halen. We halen die toernooien niet voor niks naar Nederland. Het EK, we doen op korte termijn een bid voor het EK voedsel. We hebben volgend jaar Euro 2020 in Nederland. We willen 2017 het EK of 2K vrouwen naar Nederland halen. Dat doen we om het voetbal aan te jagen. En misschien op onderdelen waar het nog onder ontwikkeld is, om dat te verbeteren. En eigenlijk hebben we hier nu, dus we hebben Oranje in 74 hebben we erin gezet, we hebben de VAR erin gezet, we hebben het vrouwenvoetbal erin gezet. We hebben Michael van Praag die opstapt tegen Sepp Blatter in Sao Paulo in 2014. De gemeenschappelijke deler is durf. En eigenwijsheid. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten, dat we als Nederlanders, dat onderscheidt ons. Wij denken van, ja maar jongens, de hele wereld zegt van, nou moeten we dat wel doen? En wij denken, nou dat moeten we wel doen. En we doen het ook. Okay. Als we zo naar die video kijken. Het vrouwenvoetbal is denk ik een redelijke overwinning. Dat nu steeds populairder wordt en dat ze het ook nog eens heel erg goed doen, zeg maar. Wat is de volgende stap hierin? Waar wil je naartoe? Is er een groep in de maatschappij waarvan je zegt, die moeten binnenkort ook volledig betrokken zijn? Ik denk, vrouwenvoetbal lijkt me helder. Hè? Evident, de helft van de samenleving is vrouw. Dus we zitten hier dus al dik onder representatie, zeg maar. Dus, en volgens mij zijn steeds meer clubs die dat ook beginnen te zien. Alle collega-bonden die ik spreek bij internationale bijeenkomsten, iedereen is van overtuigd dat het de groei is, hè, om meer vrouwen betrokken te krijgen. Niet alleen als speler, maar ook als coach, maar ook als bestuurder, maar ook in de stadions op alle vlakken. Ik denk dat wij ook in Nederland bij een hoop mannen, toch ook bij mij hoor, de ogen open gegaan zijn in 2017. Hè. En als ik zie wat wij nu investeren in het WK in Frankrijk komende zomer, ja, ik denk dat het misschien qua absolute bedragen nog iets lager is dan bij de mannen. Maar als je ziet wat ook de mediaafdelingen en dat soort onderdelen van de organisatie, ja, dan is het denk ik bijna net zoveel om het ook te krijgen. Kijk, en als je ziet, hè, zo hebben we ook de evenementen richting de toekomst gekozen. Wij willen heel graag dat EK zaalvoetbal, voedsel naar Nederland, omdat we denken dat die spelvorm, dat die ook heel interessant is. Omdat die ook voor jeugd die misschien niet meer twee keer in de week willen trainen en een wedstrijd willen voetballen, maar die wel gewoon lekker een potje willen voetballen, een hele interessante vorm is om te gebruiken. We zien in Amsterdam, Rotterdam, dat zeg maar, de jeugd onder 17 zwaar lager gerepresenteerd is, zeg maar, in onze aantallen dan in een dorp als Asten waar ik vandaan kom. Hè. Daar zie je, daar, bij ons in dorp is geen reet te doen. Iedereen gaat voetballen, dus iedereen gaat naar diezelfde club. En die vindt, dat is ook leuk, hè. Dat is ook een leuke club, mijn kinderen voetballen er ook. Maar het is in de stad wel anders. Hè. En wij moeten, ik denk dat wij vaak ook in het voetbal een beetje de arrogantie los moeten laten. Dat wij denken dat het iedereen maar voetbal blijft kijken. Dat is niet zo. Er zijn wel meer branches kapot gegaan. Er zijn ook sporten kapot gegaan. Er zijn heel veel sporten die doorontwikkelen. Hè. We zien, wat is het nou, geloof ik, breakdance, surfen wat is het allemaal sporten die op de Olympische Spelen in komen. En dan hebben we toch ook het hele digitale vlak wat aan concurrentie Kijk, en dat proberen wij. Kijk, ik vind een leuke denkexercitie die ik leuk vind om te doen. Hè, is van, nou, laten we nou eens nadenken over 20 jaar verder. Hè, of misschien wel 30 jaar verder. Helemaal heel onvoorspelbaar hoe dan de wereld eruit zal zien. Maar voetbal zal populair zijn. Hè. Het is de meest toegankelijke sport. Je hebt twee mensen nodig, één bal en je kan spelen. Maar wat zal dat betekenen voor de stadions? Hè? Wat zal het betekenen als ze nu zien, zeg maar, het hele performance deel wat je al kan meten? Het gaat alleen maar meer worden. Als je ziet, we hebben nu de VAR geïntroduceerd. Ik denk dat ik durf nog wel de gok aan dat we op het WK in Qatar, dat bijvoorbeeld buitenspel dan volledig automatisch zal verlopen, zeg maar, de detectie ervan. Hè? Want we kunnen ledemaat kunnen we trekken, we kunnen de bal trekken. Hoe hebben jullie de VAR beleefd? Want het is niet een hele makkelijke bevalling, kan ik me zo voorstellen.
Als je bedenkt hoe in de voetballerij, iedereen vindt er wat van. Ja, ik moet zeggen, ik heb makkelijk praten, zeg maar, omdat ik niet meer operationeel verantwoordelijk ben. Dus ik krijg niet meer de telefoontjes van clubdirecteur als ze boos zijn. Maar in zoverre. Nee, in algemene zin als clubdirecteur. Dat zag ik ook. Ik kan met deze zeggen dat Robert mij daar nooit over gebeld heeft. Gelukkig. De oud-directeur van Groningen misschien wat vaker. Misschien. Nee, maar ik bedoel, ik denk dat voor mij is klippenklaar. Die VAR is gewoon een succes. En kijk, als je alleen al neemt, ik geloof dat de cijfers die we vorige week gepubliceerd hebben, dat er meer dan 120 situaties zeg maar, bekeken zijn. Al die situaties, die zouden vorig jaar, zou er niks aan gebeurd zijn. Zouden allemaal foutief geweest zijn. En dan zouden we allemaal wekenlang over geluld hebben dat het fout was en belachelijk. En die scheidsrechter fout maakt. Heb je allemaal gecorrigeerd. Dat het beter moet, hè? Dat is ook glashelder. Dat we beter moeten communiceren naar de mensen. Hoe hoop je dat de VAR zich ontwikkelt? Waar moet het naartoe gaan? Behalve dan automatisch buitenspel? Ik denk dat gewoon lijnbewaking, buitenspel, dat moet uiteindelijk te automatiseren zijn, denk ik. Ik denk dat je misschien nog wel veel verder kan gaan. Ik bedoel, bij sommige sporten, bij cricket, hè, ik ken het spel niet goed hoor, maar dan moet je volgens mij met gestrekte arm gooien. Ja. Daar hebben ze nu bijvoorbeeld ook apparatuur waar ze meten wanneer telt hij als gestrekt. Daar kun je met voetbal uiteindelijk ook nog veel verder in. We hebben het nu natuurlijk vooral over betaald voetbal, maar ik kan me zo voorstellen, een van de argumenten tegen dit soort dingen is dat amateurvoetbal en betaald voetbal uit elkaar gaat groeien. Ja, maar dat gaat uit elkaar groeien. En is het niet mogelijk om dit bij steeds meer amateurvoetbal in te gaan voeren? Ja, ook misschien. Hebben we over 20 jaar een VAR bij Delta Sports? Kijk, ik denk als je ziet, je hebt het deel over performance techniek die gaat verbeteren. Mm-hmm. Wat ook voor publiek leuk is en voor trainers leuk is. Je hebt deel zeg maar een beetje de techniek gericht op arbitrage die gaat zich ontwikkelen. Dat is denk ik ook interessant, maakt het eerlijker, maar kan het ook aantrekkelijker maken. Je kan met spelregels meer doen. Wij doen daar nu een heel bescheiden experiment, wat we de Future Rules Football League noemen. Waar we testen met intrappen, zelfpas en tijdstraffen. Heel interessant. Alleen hebben we nu, blijven natuurlijk nog steeds vriendschappelijke wedstrijden. Nou, we willen nu graag naar een jeugdcompetitie waar we dit gewoon een jaar lang kunnen doen. Dat is dan eigenlijk weer verboden. Nederland loopt een beetje voorop hierin, denk ik, met het experimenteren. Ja, je merkt als je dit soort gesprekken binnen IFAB-verband, International Football Association Board. Dus zeg maar de internationale spelregelcommissie. Die wordt gedomineerd door FIFA en de vier home nations. Hè? Dus Ierland, Wales, Schotland en dan mis ik er nog één. Wales, Schotland, Engeland uiteraard en Noord-Ierland. Die hebben er allemaal stemmen in. Nou, ik zit daar zelf ook in een van die adviespanels. Ja, als je daar sommige discussies begint, dan heb je ook mensen als Boniek volgens mij. Hè, die nu de voorzitter is van de Poolse Bond. Ja, die begint meteen als je begint over intrappen en dat soort dingen. Begint hij, ja, belachelijk. Voetbal is 11 tegen 11 op een veld van deze afmetingen. 2 keer 45 minuten, 5 minuten rust, meer niks en klaar. Hey, stel nou even, binnenkort is er misschien wel een Europese supercompetitie. Mm-hmm. Waar Nederland misschien niet eens meer aan meedoet. Wat moeten we daar nog voor waken? Want ja, ik denk dat we ervoor moeten waken. Kijk, volgens mij hebben wij, en dat geldt samen met de Nederlandse clubs, hebben we steeds gezegd van, kijk, uiteindelijk, volgens mij, Robert noemde het net ook, een ecosysteem. Uiteindelijk geldt, en in zoverre moet er altijd ook een link blijven tussen amateurvoetbal en betaald voetbal. Uiteindelijk is daar een balans in. En is het gewoon niet goed als daar één club uitspringt. Of als je daar losse deel. Maar dat klinkt bijna alsof we zo goed moeten worden dat ze ons niet kunnen negeren. Kijk, er ligt gewoon een beetje. Kijk, de nieuwe gedachte die nu bij UEFA leven is van. Er moeten eigenlijk qua Europese competities. Moet er een topcompetitie komen van 32. Dan een tweede competitie van 32. En dan nog een wat grotere competitie waar misschien wel 64 teams aan deel kunnen nemen. Maar je ziet gewoon in alle plannen dat het steeds heel erg gaat om het beschermen van die 32. En dan eigenlijk nog om het beschermen van de beste 12, 16 ploegen. Ja. Kijk, en ik denk dat niet automatisch moet zijn. Dat het zo moet zijn dat altijd de mogelijkheid is voor de Nederlandse top 2, 3 om erin te komen. En voor die tweede. De verrassing moet blijven. Ajax moet altijd de halve finale kunnen halen in theorie. Als jullie dit zo horen, zijn er al dingen waar jullie direct op willen reageren bij Gijs?
Maak je je wel zorgen over die Super League die er misschien aan zit te komen? Ja, nou ja, goed, wat Robert net ook al vertelde, dat is wel iets wat zorgelijk is, vind ik. Die Champions League is hartstikke mooi dat Ajax het zo goed heeft gedaan dit seizoen. Alleen dat betekent financieel ook zoveel dat het voor een club als PSV straks niet meer doenlijk is om kampioen te worden. Ja, volgens mij moeten we dat met z'n allen niet willen. Dat we, zoals in een aantal andere landen inmiddels al, dat we al in februari weten wie de kampioen wordt. Ja, volgens mij is dat niet leuk om naar te kijken. Ja, ik denk het wel. Kijk, één, kun je tegen de plannen die er nu liggen, kun je en liefst dan als gezamenlijk Nederlands voetbal, dat is natuurlijk het mooiste, daar iets tegen doen. Twee weken geleden in Budapest werden deze plannen gepresenteerd aan alle Europese bonden. En je ziet nu dat er niet alleen middelgrote competities zoals wij, of middelgrote bonden als wij, daar kritiek op hebben. Maar je ziet ook dat de grote competities daar kritiek op hebben. Hè. Dus ook de Premier League, La Liga, die zeggen ook van, jongens, dit gaat wel een beetje ver. Dus ik denk dat dat een punt is. En het tweede punt, kijk, uiteindelijk is er nog ook steeds een FIFA taskforce bezig met wat we noemen competitive balance. Van hoe kun je dat nou een beetje eerlijk houden? Wat moet er gebeuren met squad size limits? Wat moet er gebeuren met het uitlenen van spelers? Moet nog steeds iets uit die koker van die taskforce komen. En het is wel te hopen dat het ervoor zorgt dat uiteindelijk, wat we net noemen, dat ecosysteem, dat het wel in balans blijft. Ja. En dat het niet helemaal uit elkaar getrokken is. Dat is misschien wat sleutelwoord, balans. We gaan even naar Jasper van Leeuwen. Jasper, jij was bij Ajax eigenlijk belast met een hele... Je werkte eerst bij Ajax, nu bij Volendam. Maar bij Ajax was je belast met hele moeilijke beslissingen. Eigenlijk over de toekomst van piepjonge voetballers. Ja, ik ging over jongensdromen, zeg ik altijd. Ja, precies. Ja, klopt. Kan je daar wat over vertellen? Hoe zag dat eruit? Allereerst was het een belangrijk onderdeel van destijds het plan Cruijff. Mm-hmm. Wij zeggen wel eens, ik heb vaak de vergelijking gemaakt met een diamantslijperij, weet je wel. Dus je kan een fantastische diamantslijpmachine neerzetten, in dit geval de jeugdopleiding. Mm-hmm. Maar als je de kiezelstenen ingooit, dan gaan ze echt niet glimmen. Nee. Dus het was heel eenvoudig, ook de jeugdscouting moest een stuk beter op alle onderdelen bij Ajax. Ja. Daar werd ik zeg maar verantwoordelijk voor. Niet als hoofd jeugdscouting, dat is wel heel essentieel, mm-hmm. maar manager jeugdscouting. Ja. Dus dat is meteen voor mij een van de kernpunten. Zeg maar voorkomen dat er te veel pure subjectiviteit optreedt in de scouting. We hebben daar net al ook iets over gehoord. Dus dat is de ene kant, het ene extreem. Als er ernstige vertekeningen zijn in hoe wij naar spelers kijken, zeg maar. Ja, of gewoon dat één persoon zijn meningen doorheen kan duwen. Dat zijn overigens vaker dan jeugdtrainers dan scouts, eerlijk gezegd. Maar mm-hmm. dat moest voorkomen worden. Daarnaast dat het hele proces veel professioneler was vastgelegd. En sneller en beter en warmer, hebben wij toen gezegd. Dat was een derde punt. Warmer betekent gewoon als je iemand moet teleurstellen, dan doe je dat anders. Of je begeleidt ze meer. Of waar moet ik dan... Ook dat, afvallers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar met name ook degene die wil aantrekken. Die moet je op een of andere manier overtuigen op enig moment. Kijk, Ajax heeft natuurlijk in het verleden de luxe gehad. Misschien in jouw tijd nog dat er minder concurrentie was, weet je wel. Dus als jij gescout werd en Ajax kwam, was er eigenlijk geen discussie meer. Dat is natuurlijk veranderd, ook door AZ of andere clubs die dichterbij kwamen. Dus de manier waarop je een jongen binnenhaalt is steeds belangrijker. Nou, wij noemden dat charm, mm-hmm. charmeren, okay. overtuigen. Ja. Dat werd erg belangrijk. Dus dat was een cultuurverandering binnen Ajax. Er waren heel veel mensen die toch een beetje uitstraalden. Iemand blij zijn dat je hier bent of dat je hier mag komen enzovoorts. Dat moest allemaal veranderd worden, dus... Dat was mijn taak. Ik stel me dan zo voor, er zijn een hele hoop spelers die in potentie kandidaat zijn om bij Ajax te komen voetballen. Rodriguez was er vroeger één van. Hoe maak je dan die eerste selectie? Waar baseer je op wie voor wat wordt uitgenodigd, zeg maar? Als je dat gewoon heel simpel moet uitleggen. Het is natuurlijk een enorme filteroperatie, dit. Een van de krachten van het Nederlands voetbal, denk ik, oh, je had het over het ecosysteem. Dus wij hebben denk ik het beste voetbal-ecosysteem van de wereld misschien wel. Ja, de clubsnetwerken. Ja, ontzettend hoge dichtheid van clubs in de buurt enzovoort. Dat moet je dus filteren. Nou, Amsterdam is 3 miljoen of zo, die hele regio bij elkaar. Dus daar waren wij in aan het vissen. Nou ja, begin dan maar eens aan. Dat zijn tienduizenden wedstrijden ieder weekend. Dus je moet het allereerst goed organiseren. Dus heel vaak vragen mensen mij, oké, wat is het geheim van scouting of waar moet ik mee beginnen? Dan zeg ik altijd goed organiseren. Maar er zijn dus eigenlijk allerlei stappen of waar iemand doorheen gaat. Dus op welke leeftijd kwam je bij Ajax? 15.
15? Ja. Maar dat is altijd eindelijk rijkelijk laat misschien zelfs wel. Ja. Dat dus is dan, de uitzondering eigenlijk. En hoe werkt het dan? Hè? Iemand als het wieg is of een jongere voetballer, die komt daar. En wat zijn dan die vier, vijf stappen? Zeg maar? Nou, het begint bij een heel netwerk van vrijwillige scouts. Ja. Ik had er 75 toen ik begon. Die zijn er continu bezig wedstrijden te bezoeken. Die op hun beurt gebruiken vaak weer tipgevers of hun netwerk. Nou, dat is dus een enorm vertakt gebeuren. Die kijken met name naar de pupillen. Kijk, jij was dan echt de uitzondering. Dat noemen wij de middenbouw. Daar komen nog een paar spelers bij. Maar 90% komt binnen in de onderbouw. Dus dat zijn de pupillen. Nou, dat is een heel, heel fijnmazig netwerk. Dat gaat van tips naar scouten, naar uitnodigen op activiteiten bij Ajax. Dan op een gegeven moment, dat haalden wij altijd dan weg van meteen meetrainen een team. Dat heeft weer andere redenen waarom we dat deden. Want die beslissing die jullie dan maken, op een gegeven moment, daar zijn videobeelden van? Wel op het moment dat ze zeg maar, bij Ajax binnenkwamen. Wat wij hebben afgeschaft is het zogenaamde stage lopen. Want er komt een heel jong jochie ineens in een Ajax-team. Ja. Die krijgt de bal helemaal niet. Die is hartstikke nerveus enzovoorts. Dus dat hebben wij afgeschaft. Ze zeggen, je gaat eerst met z'n allen 6 weken lekker op dinsdagavond iedere week trainen. Tot je lekker in je vel zit. En dan gaan wij kijken. Ja, dat hebben we ook opgenomen. Mm-hmm. En vervolgens organiseren we de discussie. Zullen we dat even bekijken ondertussen? Ja, is goed. Dan kan je het ondertussen blijven commentariëren zoals je nu doet. Ja, ik kreeg de vraag of ik een spannend filmpje over scouting wilde maken. Maar dat is hetzelfde als een spannend filmpje over schaken. Dat lukt niet. Wat je hier ziet is het overleg over zeg maar de nieuwe spelers die binnen kunnen komen in de onderbouw, dus de pupillen. Niet echt heel erg snel. Dus wij vinden. Ik was wel onder de indruk over het aantal mensen dat hier dus aan de tafel zit om zo'n beslissing te maken. Volgend jongetje is me opgevallen omdat ik zag dat hij hele grote schoenen aan had. Hij was nog heel erg goed ook in die teamtraining. Dus kan je nagaan als hij gewoon normale schoenen aan heeft. Dus we hebben hem op de teamtraining staan. Het is een kleine jongetje, ook technisch klein, heeft inzicht, passing. Hij is niet echt fysiek. Rechts, links. Aardig links, links ook. Wat moet je nou doen met die lichting waarvan er überhaupt geen teamtraining is? Namelijk de nieuwe F2. Namens de scouting hebben wij 8 namen. Ja. Dan doen we het net zoals de vorige rondes. Wij noemen de namen en dan horen we van de scouting. Ja, daar zijn we mee eens. Van de trainers. Dus als dit het is, dan hebben we dus 8 spelers en 2 keepers voor de nieuwe F2 nu. Oké, we zijn klaar. Ja. Dank voor jullie komst. Ik begrijp je dus dat er gekeken wordt naar de schoenmaat van een jongen. Die had toevallig hele grote schoenen aan. En ondanks dat voetbal dat hij best wel aardig dus hij mocht blijven. Ja, nou, dat was slechts een voorbeeld. Maar waar het om gaat... Maar is. Laat dan mooi zien hoe het een kwalitatief proces is. Eigenlijk. Ja, waar het om gaat, dit is mijn punt. Als je aan de ene kant pure objectiviteit zou hebben. Dat we helemaal feitelijk kunnen meten. En aan de andere kant pure subjectiviteit. Dat één iemand zijn mening door kan drukken. Beide zijn voor mij onacceptabel. Het eerste omdat het niet bestaat. Hè? Mm. Met data kun je heel veel voorfilteren, et cetera. Maar pure feitelijkheid ga je nooit krijgen, denk ik, in het voetbal. Het andere, pure subjectiviteit, is onwenselijk. Want dit gaat over ten eerste over jongensdromen. Ten tweede over grote investeringen. Even je heel snelle rekensom. Het verblijf, gemiddelde kostprijs van een jongen in de Ajax-opleiding was ongeveer 35.000 tot 40.000 euro per jaar. Dus dat zijn Harvard-achtige bedragen. Stel dat wij in deze leeftijdsgroep de verkeerde jongen binnenhalen en we laten hem 5 jaar blijven, dan is dat gewoon meer dan 2 ton. Plus, we hebben een andere jongen de kans niet gegeven. Een van de manieren waarop jullie dit proberen voor te zijn, is onder andere van data gebruik te maken. Ik begrijp dat jullie zelfs hersenscans laten maken van jonge spelers, klopt dat? Of lieten? Nou, ik weet niet van wie je dat hebt, maar... sowieso, data is er niet. Is er niet in het jeugdvoetbal, vanaf een jaar of 16 ongeveer. Hey, waar het om mij om gaat, is de kern van mij voor goede scouting, is niet objectiviteit, niet subjectiviteit, maar het is een duur woord, het organiseer intersubjectiviteit. Daarmee bedoel ik discussie. Johan en Wim zeiden altijd, Wim Jonk zei altijd, meer ogen zien meer. En dat moeten wij goed organiseren. Robert zei ook iets dat je wel op moet passen, dat mensen elkaar te veel gaan beïnvloeden, dat is absoluut waar. Maar je moet ook niet vanuit, denk ik, vanuit wantrouwen naar je scouts en naar je trainers enzovoort kijken. Dus zet ze aan de tafel, heb vertrouwen in een goede discussie en leid een goede discussie. Gijs wilde je net op reageren. Nou, ik was benieuwd, kijk, want ik ben met James en zeker volgens mij de objectiviteit kan je meten hoe je jongen speelt en hoe je beweegt en hoe snel het is. Maar ik ben ook benieuwd hoe je dan maar naar mijn mentaliteit scout of bekijkt, wat je eraan kan doen. Ja, dat is verreweg het moeilijkste natuurlijk. Je kunt bepaalde dingen wel herkennen in gedrag, maar je moet oppassen dat je geen amateurpsycholoog wordt.
het grote nadeel. Ja, je kan ook professionele psycholoog nemen. Ja, nou ja, klopt, maar goed, dan heb je er een heleboel nodig, helaas, in de scouting. Het probleem is dat je niet, normaal gesproken niet in contact kan komen met de speler. Ah, ik vond het grappig. Ik ben in december in Qatar geweest en heb daar ook gekeken. En daar hadden ze inderdaad bij, daar op dat trainingscomplex wat ze hadden, daar is nu ook gewoon een aantal psychologen lopen. En dat deden ze ook gewoon allemaal sociologische, of noem je dat, psychologische testen. Om te gaan kijken hoe je dat doet. Maar goed, het kost je inderdaad een behoorlijke investering. Ja, nou goed, wij hebben dat natuurlijk op dat moment dat die spelers uiteindelijk bij ons waren. Dat noemden we het select moment, selecteren. Dan kun je in contact met spelers. Maar kijk, ik zeg altijd, er is een verschil tussen intelligentie en wijsheid. Zeker. Intelligentie is dat je de regels goed kent en de rationele bezig bent. Maar de wijze is degene die ook oog heeft voor de uitzondering. Mm. Wij hebben bijvoorbeeld ook een talent gehad, die heb ik nog zo voor me. Er was een jongen die ongelooflijk in de rat zat als hij verloor of ontzettend zenuwachtig was voor hij aan een training of een wedstrijd begon. Begon hij echt te huilen, problemen enzovoort. Er waren mensen die zeiden, die kan nooit bij Ajax voetballen, want kijk eens hoe mentaal zwak hij is enzovoorts. Toen bleek na wat contact met zijn ouders en met hem dat hij zo'n ongelooflijke winnaar was, dat hij gewoon echt niet kon slapen, ja, 1-2 dagen. Kijk, dus voor je het weet, ga je allerlei beslissingen nemen die ja, misschien ontzettend stom, maar was wel een van de beste spelers. Jasper, één vraag stellen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd van, kijk, bij jonge jongens weet je natuurlijk niet bij wie zit er nou de meeste potentie in. Vaak wordt er in de jeugd gekeken naar wie op dat moment de beste is. Mm-hmm. Maar je wil de spelers hebben die uiteindelijk het beste kunnen worden. Ja. Hoe hadden jullie daar een tool voor? Of hoe kijk je daarnaar? Nou ja, dat was wederom. Ten eerste zorg je hopelijk dat je goede scouts hebt. Ten tweede organiseer je een goede discussie. En het derde, het meest belangrijke, is dat de actualiteit er veel minder toe doet. En de potentie er natuurlijk toe doet. Dus wij keken veel minder naar wat we zien, maar veel meer, of wat een speler doet, maar hoe die het doet. Dus wij noemden dat vaak overcapaciteit. Hè, bijvoorbeeld iemand doet iets. We zagen net die jongen met die prachtige krullen. Die hadden wij ook eerlijk gezegd, denk ik, gescout. Ik heb daar twee van mijn scouts achterin zitten. Waarom? Niet zozeer om wat hij deed, maar hoe hij het doet. Dus je ziet een hele soepele speler waar het ontzettend makkelijk afgaat. Dus dat noemen wij overcapaciteit. Die heeft er enorm veel rek er nog in. Dus daar keken wij veel meer naar. Ik denk ook dat voetbalintelligentie, zeg maar, dat het belangrijkste is nu tegenwoordig ook naar de toekomst toe. Dat eigenlijk een speler op meerdere posities kan spelen, dat je al in de wedstrijd naar een ander systeem kan switchen eigenlijk, hè. Dus dat is ook super moeilijk om natuurlijk bij een jonge speler al te kunnen constateren. Maar dat lijkt mij het moeilijkste in ieder geval. Want je hebt natuurlijk intelligentie, maar voetbalintelligentie is weer wat anders. Dus zeg maar, de juiste keuzes maken in het veld. Dat is ook nog weer met ervaring erbij. Dus dat kan je eigenlijk, dat is niet meetbaar. Nee. Maar je zou zeggen, dat moet toch meetbaar kunnen zijn? Of hoe snel jij jouw brein verbanden kan leggen of... Ja, ik heb begrepen. Er zijn wel bepaalde dingen gemeten, weet ik toen. We hadden ook professor Jordet, die kwam uit Noorwegen vaak bij ons. En dat ging over kijkgedrag bijvoorbeeld. Ja. En die had Xavi, Iniesta enzovoort bestudeerd met zeg maar, hoe vaak ze hun hoofd omdraaien en dat soort zaken. Nee. Martin Ødegaard, weet ik nog, daar waren wij toen ook mee bezig. Is toen ook door hem bekeken. Die had een extreem hoge scores op dit onderdeel. Ja. Ja, ik weet dan, want ik heb toen met Wim Jonk zijn vader bezocht van Ødegaard. Dat die, kijk, dat is dus het interessante dat hij er waanzinnig veel uren op getraind heeft. Dus ja, zeg het maar. Is dit van nature? Dus dan ging zijn vader of zijn broer achter hem staan. Dan gooide iemand iets voor. Dan moest hij achter zich omkijken waar iemand is en zo. Dus zeg het maar, is dat van nature? Of is dat ook door of getraind? Kan je brein ook trainen? Dat onderdeel zeker weten. Met kijkgedrag en oriëntatie kan je zeker trainen. Maar het moment weten in een veld van... Je kan super langzaam zijn, maar je kan wel altijd op tijd komen. En super snel zijn, maar altijd te laat komen op dat moment. Het schijnt dat wij in het panel dat na jullie komt antwoord gaan geven op deze vraag. Okay. Ja. Sterker nog, er zijn hier mensen in de zaal die hierop gestudeerd hebben. Kijk, dus dat is laten wij er allemaal niet over doorgaan. Ik heb nog een laatste vraag voor jou, Jasper. Die komt uit de zaal. Vanaf welke leeftijd vind je eigenlijk dat je talent kunt herkennen? Je hoort veel stemmen opgaan dat scouting nu al te jonge leeftijd gebeurt. Hoe zie je dat? Ik denk dat je het best jong kunt herkennen, maar een totaal andere vraag relevant is. Wat is gezond vanuit pedagogisch perspectief? Okay. Dus neem Ajax bijvoorbeeld. Ik was me altijd heel bewust dat ik moest die stapel brieven tekenen, weet je wel, van die uitnodigingen. Dat waren voor mij letterlijk 100 brieven.
achter elkaar zet je handtekening. Maar je moet je bewust zijn, als die brief door de brievenbus valt, ploft in jouw huis, verandert het hele leven. Ja. Ik weet niet of jij dat herkent. Ja, zeker. Maar jij, je ouders, je oom, je opa, je oma. Ik was aan het juichen. Ja. Het is super mooi natuurlijk. Hè. Het is de jongensdroom. Maar het is ook niet altijd helemaal gezond wat er gebeurt. Want er zijn ook een heleboel kinderen die, ja, die bijna geen privéleven meer hebben. Die hun vriendjes niet meer zien. Nou goed, al dat soort zaken. Ja. Mijn mening is, en ik weet dat het hypocriet is, want wij hadden ook een F2 en onder 8 enzovoort. Dus dat je eigenlijk later zou willen beginnen. Ik weet bijvoorbeeld dat AZ dat wat later deed met de voetbalschool. Je houdt de jongens wat langer bij de amateurclubs. We moeten het allemaal tegelijk gaan doen. We moeten bijna door naar het volgende panel. Maar ik ben wel even benieuwd, hè, Robert, als je dit zo allemaal hoort. Wat vanuit jouw pet bij AZ of vanuit jouw expertise... Nou, kijk, het voorspellen van de toekomst van mensen is het moeilijkste wat er is. Er zijn mensen die verwarren omdat ze het verleden goed kunnen verklaren, dat ze daardoor ook de toekomst kunnen voorspellen. Maar dat zijn wel twee verschillende dingen. En zeker bij jonge kinderen. Ik denk dat bij hele jonge kinderen, ja, ik hoorde laatst een club die jongetjes van 5 jaar benadert om te komen voetballen. Nou, laat ik het zo zeggen, als diegene inderdaad dat kan voorspellen, dan kan die bij AZ heel veel geld verdienen. Ja, maar of je het wil is dan nog een tweede vraag natuurlijk. Nee, wij denken dat het belangrijk is om ook gewoon in hun eigen sociale omgeving een tijd te blijven. Ja. Voordat ze overgaan inderdaad naar het programma van, en het gaat steeds jonger en dat heeft natuurlijk ook te maken dat als een andere club begint dan, en dat is meer vanuit angst, maar... Als je naar Amerikaanse sporten kijkt bijvoorbeeld, dan laten ze juist pas, wat is in college, gaat men echt pas specialiseren. Ja. En laten ze kinderen juist heel veel verschillende sporten doen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je niet alleen maar voet-oogcoördinatie ontwikkelt, maar ook hand-oogcoördinatie. Ik weet, het Nederlands elftal speelde een aantal jaar geleden een wedstrijd in de arena, daar was ik bij. En toen viel mij op dat die Amerikanen elke uitgooi exact daar gooiden waar ze hem wilden hebben. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat ze in hun jeugd ook basketbal hebben gespeeld en misschien wel honkbal hebben gespeeld. Dus ook gewoon andere facetten van het lichaam volledig ontwikkeld hebben. En wij gaan steeds, als je veel voetbalt, word je beter voetballen op korte termijn. Maar om uiteindelijk heel goed te worden, daar is veel meer voor nodig. En zeker de zachte kant van een individu, het mentale deel, dat is gewoon wat lastiger om daar om erachter te komen. Maar is desalniettemin, daar zit iemand die de top heeft gehaald. Het is desalniettemin heel belangrijk om uiteindelijk ook de top te kunnen halen. We gaan het ook over de zachte kant hebben, maar voor nu dank jullie wel, heren, voor dit gesprek. Ik zou zeggen, ga weer lekker zitten op jullie gereserveerde plaats. Mag ik een applaus voor de panel? En dan wil ik nu naar voren vragen Sigrid Olthoff, als onderzoekster verbonden aan de Universiteit van Groningen. Gespecialiseerd in teamtactiek, fysieke belasting en technische vaardigheden, met name bij small-sided games en full-sized games. Matches. Laura Jonker, voormalig manager research en intelligence van de KNVB en geeft nu leiding aan adviesbureau Xoet. Dit vond ik een gevaarlijke van tevoren. Ik deed het goed, gelukkig. Waar je nog meer ervaring hebt opgedaan, sportpsychologie en wetenschap in het voetbal. En Afke van der Waal, onder meer van Vitesse, FC Utrecht, FC Twente en NOC-NSF. Afke begon als fysiotherapeut, maar raakte eigenlijk steeds meer geïnteresseerd in wat er in het hoofd van spelers gebeurde. Vat ik dat zo goed samen? Okay. Ik werd de sportpsycholoog, ja. Oké. Een applaus voor dit, voor deze mensen. Superfijn dat jullie er zijn. Sigrid, ik begreep eigenlijk dat je een nieuwe baan hebt in Amerika. Ja, dat klopt. Iets dichter veel dichter bij de microfoon is wel handig. Dus echt wat ga je doen? Nog dichter bij de microfoon. Nog dichterbij. Ja, doe maar een beetje. Dat je er echt in. En doe maar een klein beetje zo naar boven. Zodat je er echt in. Ik ga je erin. Oké, goed. Het gaat ja. Sorry, geef antwoord op de vraag. Ik ben nu bezig met een promotieonderzoek, waarbij ik een proefschrift aan het schrijven ben. En die heb ik nu afgerond. En dat gaat over voetbal en over kleine partijvormen. En over een maand ga ik beginnen als onderzoeker bij de Universiteit van Michigan. Waarbij ik ook weer op sport en data eigenlijk onderzoek ga doen naar prestatie, blessures. En dan niet eigenlijk alleen maar in het voetballen, maar eigenlijk bij alle sporten. En eigenlijk ook de typische Amerikaanse sporten. Ja. Oké. Dus jij en Robert hebben straks een hoop uit te wisselen. Ik zou graag even de hand schudden. Ja. kan je om te beginnen eens uitleggen, wat is eigenlijk het verschil tussen small-sided games en full-sized matches? Wat moeten we dan aan denken?
Nou ja, de wedstrijd, dat kennen we allemaal. Mm-hmm. De full-size match of de officiële wedstrijd met de spelregels, met de veldafmetingen, met het aantal spelers. En de kleine partijvormen, de small-side games, zijn daar eigenlijk van afgeleid. En dat zou je eigenlijk kunnen definiëren als een trainingsvorm waarbij je aanpassingen doet in het veld, in de veldafmeting, in het aantal spelers en in de spelregels. Waarbij je eigenlijk de situatie van de wedstrijd zo goed mogelijk wil nabootsen. Of specifieke situaties uit de wedstrijd. En waarbij je eigenlijk de voetbalvaardigheden van de speler wil verbeteren. Dus je gaat tijdens een klein partijspel de vaardigheden ontwikkelen. Oké. En mensen zijn nog wel eens bang voor dat als je de ene vorm doet, dat dan ten koste gaat van de andere vorm. Is dat onzin? Nou, ik denk als je kijkt naar de wedstrijd, als je de wedstrijd als uitgangspunt neemt, dat je daar, wat met name opvalt, is de variatie in handelingen. Okay. Als je kijkt naar de fysieke eigenschappen, de fysieke prestatie, nou, er is een variatie in. De ene keer wandel je, de andere keer jog je. Maar je hebt ook heel vaak snelheden op hoogsnelheid dat je beweegt over het veld. Datzelfde geldt eigenlijk voor je technische vaardigheden. Eén keer is het een paas, dan is het een dribbel. Dan blokkeer je iemand, voer je een tackle uit. En in de tactiek is dat eigenlijk ook weer hetzelfde. Soms sta je dicht bij elkaar en probeer je daar de bal te veroveren of juist de bal in de ploeg te houden. En soms maak je het veld groot om zodanig het spel te verplaatsen naar de andere kant van het veld, zodat je daar een doelpunt kunt maken. Dus eigenlijk kenmerkt het spel zich door de variatie. En dat zien we in de wedstrijd. Maar als je kijkt naar... Nou, als je dat in kleine partijvormen speelt, eigenlijk een beetje de typische of de traditionele partijvormen, waarbij heel veel spelers op een heel klein veldje staan, dat je die variatie zoveel mogelijk weghaalt. En ik vond het eigenlijk wel typisch wat Hedwiges net als filmpje liet zien, is dat we heel veel dezelfde herhalingen, dezelfde bewegingen en dezelfde acties lieten zien. Veel korte passes, spelers stonden altijd dicht bij elkaar. Op het moment dat de bal werd veroverd, moest eigenlijk de bal ook weer direct de drukte in. En als je dat eigenlijk, je kunt de partijvorm ook zodanig inrichten, zodat je die kenmerken van de wedstrijd, die variatie, juist weer terughaalt naar je trainingspartij. En daar kun je het juist trainen wat je uiteindelijk in de wedstrijd moet gaan uitvoeren. Okay. Ja. En jij hebt dus veel onderzoek gedaan naar deze vormen. Wat leren we daar van die, van dat soort spelvormen? Wat zijn de resultaten van het onderzoek? Nou, eigenlijk iedere aanpassing die je doet in je kleine partijvorm, in je small-sided game, die heeft eigenlijk direct een verandering van gedrag als consequentie. Dus als je dat kleine partijspelletje doet op dat hele kleine veld met veel spelers, dan is dat eigenlijk best wel interessant voor de speler in balbezit. Want die heeft de bal en die moet ook snel een keuze maken. Ja. En die kan zijn medespeler aanspelen. Maar verder heeft hij vaak niet zo heel veel keus. Vaak heeft hij niet de ruimte om een dribbel in te zetten of de bal er eens uit te halen, te verplaatsen naar de andere kant. En zijn medespelers hebben ook eigenlijk heel weinig ruimte om eens een loopactie te maken. Of je ziet in die hele kleine partijvorm dat er niet eens een sprint wordt uitgevoerd. Terwijl je dat in de wedstrijd, om de zoveel minuten voer je als speler dan een sprint uit. En hoe kijk je dan dat naar in het jeugdvoetbal en dat er steeds meer op van die kleine veldjes wordt gespeeld? Ja. Wat is hoe duid je dat of hoe zie je dat? Ik wil niet zeggen dat zo'n klein partijvorm op zo'n heel klein veld met heel veel spelers een slechte vorm is. Want dat is ook weer de variatie die je kunt aanbrengen in je trainingsvorm. Maar te veel van dat soort spellen spelen, dan benadruk je ook bepaald gedrag die je misschien in de wedstrijd maar heel beperkt tegenkomt. Dus we lopen nu misschien het risico dat we afgestompt misschien dat je, als je te veel focust op een klein partij in een kleine ruimte, dat je dat gedrag ook terug gaat zien in de wedstrijd. Ja, ik begin nu een beetje te begrijpen waarom je het fragment hebt meegebracht dat je meebracht. Zullen we even gaan kijken? Ja, zeker. Want ik dacht eerst nog van waar wil je naartoe, maar misschien dat ik het nu wel een beetje begrijp. Iedereen kent dit fragment overigens, dus het zal niks nieuws zijn. Ik weet niet of je het moet laten zien. Maar hij is altijd leuk om opnieuw te zien. Hij is altijd leuk om opnieuw te zien. Als die gaat starten tenminste. Niet snel genoeg voor mijn idee. Nee, dat is niet mijn moment. Nee. We hebben iets aan de volgorde. Uiteindelijk heb ik 2,5 jaar in het eerste gespeeld. Wat onhandig is in de volgorde gedaan. Voor mij op dat moment goed om... Is het mogelijk om naar de video van Bergkamp te gaan? Vraag ik dan even aan de techniek vragen. Dat is een ingewikkelde. We zijn al in de finale gekomen met de balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp met de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dit blijft leuk.
ik dacht, ik kan ieder moment meenemen van een voetbalwedstrijd. Ja. Maar dit is toch eigenlijk wel heel mooi. Wat leren we hiervan? Wat we hiervan leren is dat je juist ook hier weer die variatie ziet in handelingen. Die eerst Frank de Boer uitvoert. Hij heeft een dribbel, hij kan rustig oplopen richting de middenlijn. En daarin maakt hij de keuze. Eigenlijk is het tempo daar nog wat lager. Mm-hmm. Maar zodra hij die paas verstuurt over 60, 70 meter, wat je eigenlijk nooit zal tegenkomen in een kleine partijvorm, speelt hij Dennis Bergkamp aan. En Dennis Bergkamp heeft maar een paar fracties van centimeter werk, fracties van een seconde de tijd om een keuze te maken. Hij neemt die bal aan, kapt hem terug en vervolgens scoort hij. En dat is eigenlijk de variatie die je ziet in het spel, dit tempoverandering. Okay. En nou ja, eigenlijk is het best wel interessant dat je nu ook weer focust eigenlijk alleen maar op Frank de Boer en Dennis Bergkamp. Ja. Maar je hebt als verdediger daarin natuurlijk ook een taak. Want als verdediger heb je die taak om het zo snel mogelijk misschien klein te maken, druk op die bal te geven. Ja, voetbaltrainers kunnen dit nog veel beter uitleggen. Ja, tenzij je tegen Bergkamp staat, dan moet je misschien zijn klasse overtreft misschien alles, denk ik wel, in misschien die situatie. Een meter afstand houden om te kijken waar die naartoe gaat. Maar ook daarin is het bij verdedigen, en dat sluit misschien wel weer goed aan op de trainingsvorm van het Wiggers, dat je juist die onderlinge afstanden goed moet bewaken. Ja. Maar juist in die situatie moesten de spelers van 18 in die kleine ruimtes komen. En dat train je niet op het moment dat je in een klein partijspel al heel kort op elkaar staat. Maar wel als die ruimtes zich wat groter maakt, zodat de spelers juist naar elkaar toe moeten komen en juist ook verdedigend goed met elkaar moeten afstemmen. Ja, oké. Gaan we even naar Laura. Jij weet heel veel over talentontwikkeling, zelfregulatie en de rol die een trainer kan spelen. Hoe ziet talentontwikkeling er op dit moment eigenlijk uit bij een doorsneeklub? Dat is een goede vraag. Ik wil, blijf ook even dicht bij de microfoon. Ja, echt dichterbij. Zet hem zo. Ja, dit is denk ik goed. Beter. Ik zie niemand klagen uit de zaal. Dus, Nee, zeker niet. Ja, talentontwikkeling verschilt ook gewoon best wel van club tot club. Ik heb ook wel een keer met Marijn Beuker, zou jou niet bekend of niet onbekend zijn, gesproken over hoe AZ dat doet. En zo voer ik verschillende gesprekken. Maar talentontwikkeling is een heel breed begrip. En ik ben in 2011 gepromoveerd op het onderwerp talentontwikkeling. Betekent dat ik in 2006, 2007 al een keer met het onderwerp ben begonnen. En eigenlijk stelde ik mezelf toen de vraag, stel je hebt twee jongens of meisjes, dat maakt niet uit. Die zijn op heel veel facetten zijn ze even goed. Hè, op dit moment de prestatie, we hoorden het eigenlijk ook al. En je hebt nog maar één plekje in je selectie. Welke van de twee moet je dan nemen? Ja, degene met de meeste potentie. Dat is net ook al gezegd. Dus ik dacht, kan ik niet die potentie meetbaar maken? Is het niet zo dat degene die het slimste leert, de meeste mensen hier veronderstellen, kennen wel de 10.000 uren regel. Ja. Hè? Of nou 10.000 zijn of 6.000, die discussie wil ik hier niet gaan voeren. Nee. Maar vooral, je moet veel trainen om beter te worden. Kan je het meetbaar maken? Nou ja, daar ben ik me hard voor gaan maken. En ik ben van mening dat dat altijd verbeterd kan worden. Okay. Maar dat me dat wel gelukt is. En ik ben uitgekomen op zelfregulatie. En dat gaat er eigenlijk over dat iemand die efficiënter met dezelfde tijd die aan training besteed wordt, dus meer uit de trainingstijd haalt, dat hij een grotere kans heeft om de top te halen. Dat heb ik in het voetbal gedaan door jongeren vanaf 12 jaar te meten. En dat waren jongeren bij AZ, bij PSV, bij Ajax, bij Feyenoord, bij eigenlijk alle jeugdopleidingen in Nederland. En die heb ik gemeten toen ze talent waren. Dus toen ze 12, 13, 14, 15 en 16 jaar waren. Toen heb ik gewacht tot vorig jaar. En toen heb ik gekeken, waar zijn zij nou eigenlijk beland? Waar zijn zij uitgekomen? Dat kan je natuurlijk zien bij de club waar ze spelen. En dan kan je een maat van wel of niet professioneel voetbal gehaald ophalen. En toen ben ik gaan kijken, zijn nou de jongens, want het waren allemaal jongens in deze studie, die efficiënter leerden in de jeugd, dus die beter in staat waren om hun potentie waar te maken, halen die nou vaker de top? En hoe weet je of ze efficiënt omgaan? Je wilt het antwoord niet weten? Ja, zeker. Ja. Ik dacht, maar het was meer mijn verwondering over wat is dan die efficiëntie. Maar ga door, sorry. Nou, het antwoord is ja. Ja, zeker. Maar wel maar 8%. Ja. Nou denk ik dat als je in de topsport zit, dat 8% op een hele jeugdopleiding en de bedragen die ik net hoorde, dat best wel waarde heeft. En wat is nou eigenlijk die leerefficiëntie? Dan zal ik meteen een klein beetje het bruggetje maken naar het filmpje wat net al geïntroduceerd werd. Robbie van Persie, die geeft er een voorbeeld van. Zullen we ondertussen kijken? Ja. En het gaat om wat hij zegt, dus ik hoop dat het te horen is.
En het gaat om het is echt oké. Dus dan mogen wij niet te veel praten tussendoor. Niet snel genoeg voor mijn idee. En uiteindelijk heb ik 2,5 jaar in het eerste gespeeld. En voelde het voor mij op dat moment goed om door te gaan en een stap te maken. Ja, want toen kwam je in de volgende fase terecht. Bij Arsenal, ja. Lang gespeeld, ook een fragment van Arsenal. Ja. Ja, prachtig goal. Wat vind je hier het mooiste aan? Ja, de timing. Dat is een heel moeilijke bal, dat ik hem zo hoog raak. Dat hij dan zo invliegt. Ja, dat is wel echt een droom die uitkomt. Ja. Was Arsenal dat ook? Was Arsenal sowieso een droom? Zeker weten. Dat zeg je heel goed. Het was, ik voelde me echt als een kind in een snoepwinkel. Bergkamp, Henry, Perez, Ljungberg, Sol Campbell, Patrick Vieira, noem ze maar op. Puur en alleen al door te kijken naar hun leerde ik al heel veel. En eigenlijk is toen echt het proces begonnen van hoe word ik een topspeler. Wat voor jongen zien we hier? We zien hier een... Een jongen die terugkijkt naar zijn carrière. En ik had, dit was ruim een week geleden op tv. En ik probeer altijd een beetje recente voorbeelden te nemen. Ondanks dat dit in het geheugen gegrift staat. Met als reden, misschien herinneren jullie het ook wel. En dan kan ik zeggen van, er waren echt heel veel dingen interessant. Hè, dat hij die bal afpakt van Hooijdonk. Dat zullen jullie ook wel onthouden hebben. Maar waar het mij om gaat, is dat hij bij Arsenal zei. Bergkamp en nog een aantal andere topspelers. Toen pas begon mijn proces en daar kon ik zoveel van leren. En als ik kijk naar de voetbalspeler van nu en dat slimmer leren, zijn er verschillende manieren waarop je dat kunt doen. En net ging hier ook al de discussie al even, heeft hij nou veel meer getraind of is het nou een natuurtalent? En dan denk ik, voor mij is het eigenlijk irrelevant. Want dat slimmer leren, dat extra gaan trainen op dingen waarvan jij defineert dat het voor jou belangrijk is om de top te halen, dat is dat potentie tot wasdom brengen. Dus als ik het heb over zelfregulatie, reflecteren, efficiënt leren, dan is een speler die eerder komt op de training om dingen te oefenen, langer blijft, die meer heeft gedaan en dat geïdentificeerd heeft, een trainer die heel goed snapt wat hij of zij moet doen om de top te halen. En dat kan je doen door te kijken naar anderen, dat kan je doen door te visualiseren, dat kan je dus ook meten, vandaar dat ik tot die 8% kom. Maar je hebt ook een trainer nodig die een speler daartoe in staat stelt. Dus als je het dan hebt over mijn bedrijfje nu, waar ik mij eigenlijk op focus is op workshops rondom dit soort dingen om mensen te laten begrijpen dat het toch wel belangrijk is. Ik waag me niet aan het voetbaltechnische, want daar hebben we hele goede mensen voor. Maar probeer ik dus ook mensen te helpen, opleiding in de talentontwikkeling, maar ook spelersmakelaars melden zich al bij mij. Van joh, kan jij een soort persoonlijkheidsprofiel opstellen? En dan probeer ik de speler, dus wat hij kan als het gaat om het efficiënt leren, hoe gemotiveerd hij is, maar ook welke behoefte hij heeft aan warmte. De ene speler vindt het heel belangrijk om een goede band te hebben met de trainer, de ander niet. De ene is heel nerveus, de ander niet. Om daar een profiel op te stellen, zodat een trainer weet, dit is een type speler die dit kan. En die heeft heel graag dat ik er op zo'n manier mee omga. Ja. En dat koppel ik dan ook nog weer aan die leerefficiëntie. Hoeveel Robin van Persie's hebben wij nooit gezien? Omdat het misschien wel eens misging met... want Robin is niet de makkelijkste geweest misschien. Zeker niet. Wat kan ik zeggen? Hij is doorgebroken, maar hoeveel hebben we er gemist doordat ze niet goed begeleid worden? Hoeveel je er gemist hebt is extreem moeilijk. Omdat je vaak wel, en daar berustte net ook mijn hele studie op, je ziet vaak wel wie het gehaald heeft. Die zijn te tracken. Maar degene die het niet gehaald hebben, die verdwijnen. Uitkomstbias. Precies, dus die kan ik bijna niet meer volgen met wat de reden is. Maar in mijn tijd van de KNVB deed ik altijd in het amateurvoetbal een uitstroomonderzoek. Puur om te weten, we willen allemaal meer voetballers en voetbal is een populaire sport. Maar ik zei altijd, als de achterdeuren van de vereniging wagenwijd openstaan, rent iedereen zo die vereniging weer uit. Met andere woorden, je moet ook iets doen aan behoud. Dus we zijn allemaal dingen gaan vragen van, de trainer was slecht op technisch gebied. We speelden altijd op knollenveld 5 achter. Maar ook een slechte band met de trainer. Of de trainer kon niet goed inschatten wat ik nodig had als reden. En 33% van de 8 tot 18-jarige jongeren gaven gewoon aan dat een reden om te stoppen was een slechte trainer. Ja. Een trainer die gewoon niet wist in te spelen op de behoeften van het individu. En toen dacht ik, aha, daar ga ik wat voor ontwikkelen om dat te meten. Duidelijke verbeterpunten. Ja. Gaan we even naar Afke.
Je bent begonnen als fysiotherapeut, maar al heel snel raakte je geïnteresseerd in de psychologische kant van de sport. Was dat omdat je merkte dat fysiotherapie niet genoeg uitrichtte? Of dat er meer oorzaken waren voor problemen die spelers hadden? Of waar komt het vandaan? Als fysiotherapeut kwamen natuurlijk de spelers bij mij op de bank en dan behandelden ze. En, ook dicht in de microfoon. Ook weer even iets dichter in de microfoon. En op het moment dat ik dan die rug losmaakte, dan kwamen ook vaak de verhalen los. Ze lagen natuurlijk lekker met het hoofd door het gat. En dan merkte ik eigenlijk vaak dat de kern van het probleem was. Waar ze maar zaten, hoeveel spanning ze opgebouwd hadden voor die wedstrijd. Ja. Of vaak zie je ook dat ze big life events hadden meegemaakt vlak voordat ze geblesseerd raakten. Waardoor het in die hamstring was geschoten. En het onderzoek blijkt zelfs dat het 85% is die al eerst iets hebben meegemaakt in hun leven. En ik dacht, ik kan als fysiotherapeut die spieren allemaal weer gaan losmaken. Dat deed ik natuurlijk ook. Maar ik had wel een beetje het gevoel dat ik aan het symptoombestrijden was. Ja. Ik had niet echt de kern te pakken. En dat is de reden waarom ik bewegingswetenschappen ben gaan doen. En ook de sportpsychologie. Ik dacht, heb ik een mooi totaalpakketje. Zoals dus eigenlijk totaalvoetbal. De sportpsychologie is een hele fysieke aangelegenheid. We maken daar de scheiding tussen mentaal en fysiek. Hè? Zou je dus zeggen van, dit is dan mentaal en dit is fysiek. Helaas werkt dat niet zo, want wat is dan mentaal? Mentaal is tussen je oren. Wat zit er tussen je oren? Je hersenen. En je hersenen is ook gewoon fysiek. Er beginnen ook allemaal fysiologische processen. En alles wordt ook aangestuurd vanuit het brein. Elke beweging die je maakt, elk idee die je hebt. Dus dat kan niet echt scheiden. Als ik aan denkende voetballers, als ik me dat zo voorstel, zeg maar, dan denk ik heel erg aan iemand als Xabi of Pirlo of Busquets en zo. Maar de wereld stopt daar natuurlijk niet. Jij kijkt naar allerlei type voetballers en wat die misschien nodig hebben in de... Ja, wat ik meestal aan het begin van het seizoen doe, is sowieso een soort persoonlijkheidsanalyse. Mm-hmm. En daarna ook op competenties. Dus wat heb je nodig in het voetbal? Want voorheen dachten mensen van, je hebt een probleem en dan ga je naar een sportpsycholoog. En dan meestal ook nog privéproblemen. En waar ik eigenlijk meer naartoe wil, is dat het gewoon een onderdeel van het voetbal is. Wat je net ook al hoorde, het kijkgedrag. Hoe kijk je? Hoe neem je informatie op? En hoe verwerk je die informatie in je brein zo snel mogelijk dat je weer snel een keuze kan maken? En dan ook weer snel die keuze kan uitvoeren, die weer vanuit het brein wordt aangestuurd. Dus dat heeft met concentratie te maken. Hoe zorg je dat je met je aandacht daar kijkt waar het nodig is? En dat je niet blijft hangen bij die bal die al geweest is en die fout misschien was. Mm-hmm. Of dat je niet te ver vooruit kijkt. Joh, als ze deze minuten nog volmaken, dan winnen hem. Dan ben je alweer met je gedachten verder. En je hebt daar een video bij die hiermee moet helpen? Of zullen we even naar kijken? Ja, prima. Kan je dat eens in verband brengen met elkaar? What separates the good from the truly great? Mag je iets harder? How are they the first to anticipate danger? What makes them fastest to react? How do they spot the pass that no one else saw? How do they hold their nerve when a whole nation is holding its breath? The world's best train their brain like a muscle. They are geniuses. Now you can train your brain too. Wat hebben jullie eigenlijk net gezien? Ik word niet gesponsord door Nike, dus dat is niet de reden waarom ik het laat zien. Nee, maar het is meer dat je dus ziet wat ze ook in het begin zeggen. Van how are they the first to anticipate the danger? And how can they hold their nerve when the whole nation is holding its breath? Mm-hmm. Dus ze noemen allemaal dingen die trainbaar zijn. Train your brain like a muscle. Maar waar eigenlijk nu nog niet zoveel aandacht aan wordt besteed. Het presteren onder druk, de belangrijke wedstrijden. We bereiden ons goed voor en dan hopen we maar dat het goed gaat. Terwijl wie gaat er nu echt onder druk presteren en hoe ga je dat nou echt inbrengen in de training? Maar dit is een soort app die dat zou moeten trainen? Ja, geloof je erin? Nee, het moet echt op het veld gebeuren. Okay, dus dat gedeelte, dat laat ik ook meestal uit. Andrea Pirlo die sfeert bijvoorbeeld bij een PlayStation waar hij FIFA op kan spelen om te ontspannen, maar niet echt om te trainen van de looplijn. Nee, maar ik denk wel, je kan wel visualisatie, dat wordt ook eens een ander filmpje, dat kan je nog opzoeken op YouTube. Daar gaan ze wel echt, dan doen heel veel voetballers ook de avond van tevoren. Iedereen zit wel in zijn bed te bedenken, als ik dit doe, dan kan ik die paas geven.
Nou, dat doet iedereen wel eens. Maar van Wayne Rooney is zelfs bekend dat hij bij de materiaalman ging vragen welke kleur ze zouden spelen. Ja, Wayne Rooney deed dat. In de juiste kleur kon. Wayne Rooney die vroeg altijd aan een kidman van wat gaan we dragen. Dan kon hij dat zich in zijn verbeelding meenemen. Om het zo echt mogelijk te maken. Maar het eenmalig doen is nog geen training. Dus het zou het beste zijn als je dat dagelijks doet. Of het liefst zelfs ook weer integreert in de training. Is dat te leren aan spelers? Dus stel dus een jonge voetballer die wil beter worden. Die gaat dan echt gewoon elke dag even een kwartiertje visualiseren. Ja, nou, voorheen deden ze bijvoorbeeld de Milan Lab. Deden ze ook. Hadden ze in het Milan Lab en hadden ze ook van die relax voor thuis. Dus je kan het gebruiken om voor te bereiden op een wedstrijd en voor te bereiden op bepaalde acties. Want alles wordt voor je hersenen maakt het namelijk niet uit. Of je in het echt doet of dat je het alleen in gedachten doet. Je hebt dezelfde activiteit aan je hersenen op dezelfde plekken. Alleen het proces naar de spieren is anders. En zelfs dat, want daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan, dat terwijl je, nou hadden ze bij skiers bijvoorbeeld gedaan. Terwijl ze die sloop aan het nemen waren, waren ze activiteit in hun beenspieren aan het meten. En toen zagen ze dus aan die beenspieren welke ze bocht ze op welk moment aan het nemen waren. Dus je bent al die fijne afstemming aan het trainen, de coördinatie. En dat kan met bepaalde acties. Maar je kan het ook weer gebruiken, en dat is natuurlijk het voetbal. Want ik bedoel, skiën is één beweging, maar voetbal is natuurlijk interactie vooral. En dan kan je, wat Wayne Rooney bijvoorbeeld ook heel erg deed, what-if scenario's. Wat als de bal zo komt, hoe ga ik dan reageren? Wat als de bal op deze moment of daar binnenkomt? Of als ik hem van die paas of van die kant? Dus, of wat als we achter komen te staan? Wat als we voor komen te staan? Dus verschillende what-if scenario's die je eigenlijk ook traint op de training, die kan je dan ook nog in gedachten doornemen. Oké. Afke, Laura en Sigrid, mag ik jullie heel erg bedanken. Jullie mogen blijven zitten, want we hebben nu nog tot slot een column van Frank Heijnen. Ik weet niet waar Frank is, maar hij schijnt aanwezig te zijn. Ja, Frank, kom naar voren. We hebben natuurlijk hele serieuze dingen besproken deze avond. En het schijnt dat er iemand is die daar een klein beetje relativering in aan kan brengen. Dus we gaan nog even naar Frank luisteren. Ja, dankjewel. Ja, dat klopt. Het was op zich natuurlijk wel logisch dat ik gevraagd werd. Want als je een VI Pro special over de toekomst van het voetbal maakt, dan vraag je natuurlijk de maker van het meest nostalgische televisiemomentje uit de geschiedenis van de mensheid. Het eindsignaal maak ik. En ze vroegen me, of Pieter vroeg me eigenlijk, om een column te schrijven met dit als onderwerp. En ik mocht alles doen. Daar wil ik een verkorte versie van lezen. Dan heb je toch net even wat anders dan wat in het blad staat. Daarna heb ik nog een heel klein mini-cursusje. Dat duurt maar heel kort en je hebt er enorm veel baat bij voor de hele toekomst. Maar ik begin met het stuk dat uitgebreide versie ook in de special staat. Uiteindelijk wordt het allemaal beter. Nick Hornby, die Fever Pitch schreef en daarmee de rest van zijn leven verzekerd is van mijn onverdeelde aandacht, schreef ooit dat voetbalsupporters meestal leven in het verleden. Of anders in de toekomst. Op tribunes wordt altijd verlangd naar iets wat was of naar iets wat zal zijn. Omdat dat wat is eigenlijk niet zoveel voorstelt. Misschien is dat met het hele leven wel zo. In de slotfase van mijn middelbare schooltijd lag ik wegens aanhoudende oorpijn meer op de bank dan dat ik in de klas zat. Ik keek nogal wat tv in die tijd. Een soort gans was ik, gedwangvoederd met herhalingen en onzin. Uiteindelijk belandde ik altijd bij een soort dit is mijn toekomst. Nog altijd op televisie. Waarin inbellende hopelozen met behulp van kaartlegging zich wat nieuwe hoop lieten inblazen. Ik vermoedde al gauw dat de blonde taart die zich het hoofd brak over de voorletters van iemands grootvader. Ik zie een J, een I, een M, een K. Ken je iemand met een van die letters of iets? Geen grote helderziende gave bezat. Toch keek ik. Stel de mens lang genoeg bloot aan flauwekul en zijn weerstand voor die flauwekul zal langzaam maar zeker verdwijnen. Na een half jaar ziek zijn was mijn schild voor de nonsens van dit is mijn toekomst weggespoeld. Vooral medium Corrie fascineerde me. Corrie deed veel open readings, waarbij ze zonder inleiding de toekomst van de bellers begon uit te tekenen. Ze strooide met nieuwe huizen, nieuwe banen, nieuwe liefdes, alsof het niks kostte. En dat was niet zo. 1,95 per gesprek. Het was niet mijn meest zekere periode. Mijn eindexamen naderde en ik had geen flauw idee wat ik erna moest doen. Niks, dat lag het meest voor de hand. Maar feitelijk gezien deed ik al niks en dat beviel maar matig. Dus belde ik Corrie voor een shotje hoop. De eerste twee keer kwam ik er niet door, zoals dat heet. Maar toen hoorde ik plots de stem van Gabi, de presentatrice en ex-Miss Nederland, die voor Corrie was wat Wim Jonk later of jaren voor Dennis Bergkamp is geweest.
Hallo, kwetterde Grabi. Met wie? Dit is het dus, dacht ik. Dit is mijn toekomst. Kijk, wanneer het over de toekomst gaat, begint iedereen direct altijd zijn eigen utopie te schilderen. Ik word er altijd een beetje lacherig van. Niet zo lang geleden presenteerde Gianni Infantino van de FIFA een toekomstplan voor het voetbal. Belangrijkste conclusie, meer landen op het WK. Een beetje alsof de directeur van de Schoenenreus een toekomstplan schrijft met als voornaamste speerpunt meer voeten nodig. En laatst nog las ik over ene Joey van Mierlo die de toekomst van voetbaltraining ophing aan Icon. Een wand met lampjes die het trainen interactiever zou maken. En voor kinderen de ideale middenweg vormde tussen fun en performance. En daar zoeken we uiteindelijk toch allemaal naar. En in weer een ander artikel werd de komst van kiksen met sensoren aangekondigd. Als mede een audioverbinding tussen coach en spelers in het veld. En dat laatste zou al in 2040 mogelijk moeten zijn. En de nabije toekomst bestaat vooralsnog uit Hans Kraaij junior met een VR-bril. Nauwelijks een jaar geleden was ik hier op deze plek op een bijeenkomst waarin de toekomst van het Nederlandse voetbal werd besproken. Op de uitnodiging stond dat de toekomst om 8:30 begon. Ik kwam te laat. Echt fors te laat, de toekomst was al bijna weer voorbij. Ik viel in een discussie over vernieuwende trainingsmethodes. Een jeugdtrainer van NAC toonde wat filmbeelden van ingewikkelde partijvormen. Iedereen in de ruimte applaudisseerde. Iemand riep geboortemaataffect. Uitzinnig gejuich. Dit was niet zomaar een bijeenkomst, dacht ik. Dit was een eredienst. Hier werd de toekomst vereerd zoals de Azteken dat deden met de zon. En ik zat ertussen en dacht, wat is er eigenlijk mis met het heden? Maar ja, met die instelling kom je nergens. In elk geval niet vooruit. Later bij de borrel trof ik een vriend die bezig was de spelregels te veranderen. Hij vertelde terloops, alsof hij overwoog een nieuw merk shampoo te proberen. Als ik me goed herinner, wilde hij de vrije trap vervangen voor een selfpass. En de ingooi vervangen voor een selfpass. En er was ook nog iets met gele kaarten. Ik geloof dat hij die wilde afschaffen of anders vervangen door een selfpass. Ik weet nog dat ik dacht, wat mankeert er eigenlijk aan het heden? Maar toen Ebenezer Cobb Morley in 1863 de eerste officiële voetbalregels introduceerde. Morley stelde de afmetingen van doel en veld vast en verzon de aftrap. Was voetbal daadwerkelijk nog oorlog? De bal of de schedel van een doodgeslagen scheidsrechter werd van de ene Britse nederzetting naar de andere getrapt. Buitenspel bestond nog niet, net zo min als de regel dat je een doorgebroken tegenstander niet aan je bajonet mag rijgen en zijn lijk in de greppel mag gooien. Dat, vond Morley, moest ook anders kunnen. Ooit kon de toekomst me niet rap genoeg aanbreken. In dezelfde periode als waarin ik Corrie belde om voor mij in haar kristallen bol te koekeloeren, las ik een verhaal waarin het topvoetbal oerzaai werd genoemd. Er werd gepleit voor drastische maatregelen. In vergelijking met de tijd van Ebenezer Morley waren voetballers zoveel sneller en sterker geworden dat het simpelweg te druk was geworden op het veld. Lange kolom kort, elftallen moesten achttallen worden. Ik weet nog dat ik dat las en dacht, ja, zeg het ze, revolutie. Eerst 3 eruit en dan over 10 jaar nog 3. En dan move met die keeper, doelen 2 keer zo groot maken, zuivere speeltijd erbij en smullen maar. De laatste jaren is het spel echt attractiever dan ooit. Leg een willekeurige Champions League pot naast een wedstrijd van het Ajax van Cruijff en laat je verbijsteren. Ik dacht dat ik nooit een betere voetballer dan Zidane zou zien. En toen kwam Messi. Zodra het over de toekomst gaat, sla ik nogal snel dicht. Mijn fantasie is er gewoon niet op ingericht. Waarschijnlijk ben ik te blij met vandaag om het hoofd te breken over morgen. Ik zou die vent zijn geweest die tegen Ebenezer Morley zei om met zijn tengels van mijn sport af te blijven. Omdat die dode tegenstanders gewoon bij de charme hoorden. Daarom herinner ik mezelf af en toe aan wat Corrie tegen me zei, Arizon van 1,95 maal 3. Je ziet het misschien nu nog niet, zei ze, maar uiteindelijk wordt het allemaal beter. En dat ik me destijds nogal bekocht voelde, maar dat het uiteindelijk toch allemaal behoorlijk bleek te kloppen. Dankjewel. En dan wil ik toch afsluiten met een heel kort fragment. Het lijkt me heel belangrijk om te eindigen met het verleden bij deze bijeenkomst over de toekomst. Het verleden kun je namelijk zelf vormgeven. Over de toekomst, daar hebben we niks over te zeggen. Veel mensen denken dat het andersom is. En dit is een hele kleine cursus. Hoe je je eigen voetbalverleden, veel van jullie hebben gevoetbald, voetballen misschien nog. Het gaat vooral over je verleden, want aan je heden kan je vaak niet zoveel doen. Hoe je je eigen voetbalverleden kunt herinneren en hoe je dat eigenlijk naar je hand kan zetten. Soms gebeurt het dat iemand, een onbekende, een vage kennis of een date, u vraagt of u misschien ook gevoetbald heeft, ooit. Hoe te handelen? Antwoord hoe dan ook altijd bevestigend. Ligt dit antwoord verder niet toe. Wacht nu tot de ander vraagt of u lid bent geweest van een club. Antwoord wederom bevestigend.
Zeker als club verder niet wordt gespecificeerd. Wacht vervolgens op de vraag op welke positie u dan speelde. Omschrijf die positie en zet er altijd centrale of centrum voor, ook als u eigenlijk linkerverdediger was. Voeg er voor de volledigheid aan toe dat u op meerdere posities uit de voeten kon. Nu volgt de onvermijdelijke vraag of u goed was. Hoe goed u ook geweest bent, of denkt te zijn geweest, beantwoord deze vraag altijd met ach. Glimlach hier wat verlegen bij. Probeer ondertussen van onderwerp te veranderen, maar doe dit niet te overtuigend. Laat de ander even aandringen. Zucht alleen enkele malen, alsof u zich over een hekel aan opscheppen heen moet zetten, en geef uiteindelijk toe dat u inderdaad niet slecht was. Mompel zacht het woord gescout. Noem de namen van enkele grote clubs. Let op, koppel die clubs niet rechtstreeks aan u. Of aan scouts. Geef nu de ander de tijd om te bekomen. Ligt er in uw buurt iets waar u een propje van kunt maken? Dat u nonchalant kunt wegschieten? Gebruik dit dan. Ligt er niets? Miem dan. Glimlach even bij de herinnering die u zichtbaar overvalt. Laat de fantasie van de ander nu zijn werk doen. Zeg, meer tegen uzelf dan tegen de ander, hoe jammer het toch is dat u nooit iets heeft bewaard. Zeg er niet bij wat u had kunnen bewaren. Wacht nu op de vraag of u wel eens tegen bekende voetballers heeft gevoetbald. Mompel nu geheel tegen uzelf. De namen van enkele beroemde spelers van uw leeftijd. Let op, noem geen buitenlandse spelers, behalve als u zojuist per ongeluk de naam van een buitenlandse club heeft gemompeld. Mompel, prachtige tijd. Pauze. Daarna, klote enkel. Optioneel, klote knie. Wrijf in uw ogen. Herhaal dit. De ander zal nu veronderstellen dat u het wel zult missen. Reageer hier verder niet op. Kijk glazig in de verte. Slik iets denkbeeldigs weg. Zwijg langdurig. U heeft nu eigenhandig uw verleden naar uw hand gezet. U bent klaar voor de toekomst. Dankjewel. Dankjewel, Frank. Dit betekent dat wij langzaamaan aan het einde van deze avond komen. Maar niet voordat wij ons panel bedankt hebben voor jullie bijdrage. Dank jullie wel. En in het bijzonder wie het mogelijk maakte, Pieter en Robert. Hebben jullie ter afsluiting op deze avond nog één mooie slotzin of iets wat je mensen mee wil geven? Wat moeten mensen mee naar huis nemen? Nou, ik vond het laatste wel aardig dat je ook vooral iedere dag moet lachen. En we hebben heel veel serieuze onderwerpen behandeld, maar uiteindelijk zijn we met een lach geëindigd. Dankjewel. Oké, dan wil ik bij deze avond besluiten. Er is nog een borrel met bier. Daar had Tim al een klein beetje op gehint, hè, geloof ik. Er zijn consumptiebonnen. Er zijn consumptiebonnen, dus eigenlijk het leukste deel begint nu. En ik hoop dat iedereen daaraan meedoet. Dus dank jullie wel. What you want to do.